Dames en heren, ik verzoek u te gaan staan. We zijn in deze vergadering bij elkaar gekomen om het belang van Stijn en zijn inwoners te dienen. Daarbij zijn geloofs- en levensovertuiging waardevolle en onmisbare bronnen waaruit mensen kunnen putten en waaraan zij inspiratie ontlenen. Wij doen ons bestuurlijke werk zonder dat wij onze individuele ideeën boven die van een ander stellen. Respect voor andere ideeën vormt een onlosmakelijk onderdeel van ons werk. Dank u wel. Dames en heren, we hebben bericht van verhindering van de heer Van Leuken, mevrouw Martens en de heer Ummels. En ik heb net even lot nummer 5 en de heer Kramers. En daarmee heb ik de opening gedaan. We kunnen overgaan naar vaststellen van de... Voorzitter, mag ik bij de opening mogelijk even een opmerking plaatsen? Dat mag u. Constateert dat bij het aankondigen van deze raadsvergadering nog steeds de term D66 wordt gebruikt. Ik zou u willen verzoeken de werkval te maken om dat om te laten zetten naar progressief Stijn. Meneer Van der Avert, dat hebben wij volgens mij inmiddels 2 keer doorgegeven naar de lokale omroep. Dus wij ondersteunen uw verzoek van harte. Dank u wel. Maar van deze kant uit is het inmiddels 2 keer gebeurd. Kunnen we vastgaan met vaststellen van de agenda? Zijn er nog vragen of opmerkingen bij de voorliggende agenda? En als dat niet is, kunnen we die vaststellen. Kunnen we overgaan naar het vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende raadsvergadering van 5 oktober. Jongstleden, zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kijk even rond. Dan is die vastgesteld. Agenda punt 4 als insprekers, hebben zich geen insprekers gemeld. Kunnen we overgaan naar agenda punt 5, het raadsvoorstel vorming regionaal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. En ik kijk even rond wie daarover het woord zou willen voeren. En dat zijn alle fracties. Maar volgens mij ben ik de vorige keer aan de rechterkant begonnen en begin ik nu aan de linkerkant. En dan geef ik het woord aan mevrouw I. En ik wijs u er even op dat u 7 minuten tijd heeft om een eerste termijn het woord te voeren. Het woord is aan mevrouw I. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het heeft de Partij van de Arbeid verbaasd dat de gemeente Stijn niet op dit moment wil deelnemen aan het participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. En waarom heeft het ons verbaasd? Omdat we hierdoor ons heel erg isoleren. We zijn een samenwerkingstraject ingegaan en dan hoop je ook dat je daar ook samen uitkomt. En als er nog hobbels genomen moesten worden, dan hadden die in die tijd, wat er zich al die tijd heeft gespeeld, hadden die genomen kunnen worden. Want laten we helder zijn, de ambitie die Stijn zegt, we willen de ambitie versnellen voor de transformatie van Fixia, dat u die sneller wilt, dan dat die ambitie alleen kosten gedreven is en voorbij gaat aan de belangen van Fixia-medewerkers uit de gemeente Stijn. Want gaat dan ook voorbij aan de belangen van de nieuwe instroom in het kader van de participatiewet en de eigen ambtenaren die zouden instromen in het participatiehuis. En dat geeft een heel onbestemd gevoel. De tekorten spelen bij de fusie zeker een rol, maar dat geldt ook voor Sittard Geleen en voor Beek. Voorzitter, bij de samenwerking bestreeft men naar de couleur lokaal om de eigen identiteit te behouden. Maar dit navelstaren, naar binnen kijken, kan ook een gevolg hebben voor de toekomst. Als 2 partijen, 2 gemeentes dadelijk samengaan in het participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek en Stijn, die blijft achter en die wil op het moment over een aantal jaren wel instromen, dan betekent het dat wij ook de rekening gaan betalen. Want die moet je wel betalen. Betekent ook dat we onze mensen ook niet meer echt meteen kwijtraken. Op het moment dat wij zeggen,
van, nou, we moeten ook onze mensen plaatsen. Onze fixia-medewerkers moeten we plaatsen. Als er twee gemeentes naar bedrijven gaan voor mensen te detacheren, dan kan het zijn dat bedrijven zeggen, nou, we willen liever met een grotere partij praten dan met een kleinere partij. En dan kan het zijn dat onze mensen niet geplaatst worden, niet gedetacheerd te worden. En dat betekent toch dat wij die kosten zoveel maal het aantal SW'ers wat we hebben, maal het x-bedrag, 6.000 euro wat we tekort hebben per SW'er per jaar, dat we die zullen blijven houden. Voorzitter, ik begrijp dus dat ik niet eens ben om niet deel te nemen aan het participatiebedrijf. Hadden wij dan niet kunnen vragen van kunnen wij de ambitie van naar 2021 bijstellen? De transformatie naar 2021, dat is ook aangegeven in de raadsinformatiesessie, de gezamenlijke raadsinformatiesessie. Daar heeft men gezegd, nou, de uiterlijke datum is 2022, maar we streven naar 2021. Als dat was besproken, hadden we dan wel meegedaan. Hadden we dan niet gezegd van, nou, we stappen er niet in. En aan de andere kant denk ik dat een gefaseerde invoering van participatiehuis en de transformatie van Fixia veel beter is. Omdat je dan een organisatie hebt die dadelijk stabiel is. En een stabiele organisatie, als je dan de SW'ers laat instromen, de Fixia laat instromen, dat je dan ook wel wat meer rust creëert en dat je niet alles tegelijkertijd hebt. Voorzitter, uw college stelt de hele tijd dat de eigen look en feel heel erg belangrijk is. Betekent dit dat het college bedenkingen heeft bij de constructie die nu gekozen is, namelijk de afdeling? Wat vindt u onder look en feel? Want look en feel kun je alleen maar, moet je het zien, je kunt het alleen maar aantonen op het moment dat het ook daadwerkelijk in bedrijf is, dan kun je pas voelen, kun je pas zien hoe de look en feel is. U legt de ambitie dus hoog van hoe past nu het huidige participatie met het huis in dit geheel? Hoe gaan wij dadelijk om met onze mensen? Voorzitter. Ik vind het heel jammer dat wij ons dadelijk als gemeente Stijn gaan isoleren. Ik vind dat wij onze mensen met alle zorg en aandacht, onze SW'ers, niet die onzekerheid de hele tijd moeten geven van hoe gaan we nu verder. Want die onzekerheid is er. En als Stijn mee zal doen in het participatiebedrijf met in de slipstream ook de transformatie van Fixia, denk ik dat je onze SW-medewerkers veel meer rust geeft. En de zorg en de aandacht om te detacheren moeten we in het oog houden voor de kwaliteiten van onze medewerkers. Want de werkzekerheid voor de SW'ers en de BV-medewerkers is voor onze partij gewoon heel erg essentieel. Want zorgvuldigheid geldt voor alles. En ik vind vooral voor deze kwetsbare groep hebben we die zorgvuldigheid nodig. En daarom had ik zoiets van, als je nu met het participatiebedrijf in zou stappen, had je in ieder geval een basis om die instroom van Fixia ook te borgen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Boers van CDA. Dank u wel, voorzitter. De vorming van het regionaal participatiebedrijf is al enige tijd een veelbesproken onderwerp in de westelijke Mijnstreek. En terecht, want het is voor de medewerkers van Fixia belangrijk dat ze zo goed mogelijk terechtkomen. En voor onze burgers is het belangrijk dat de steeds hoger wordende kosten om Fixia in de lucht te houden ingedamd worden. Vandaar dat wij ook het volste begrip hebben voor het standpunt waardoor het college van de gemeente Stijn ingenomen is, voorzitter. In de achter ons liggende periode is er hard gewerkt, er is veel overleg gepleegd en er zijn goede afspraken gemaakt om naar de toekomst toe goede keuzes te maken voor Fixia en de mensen uit de doelgroep waar het uiteindelijk om gaat.
Uiteindelijk hebben de gemeente Sittard, Geleen en Beek besloten om buiten de gemaakte afspraken en gemaakte voornemens om het roer om te gooien en op basis van onvoldoende onderbouwde feiten en cijfers een vergaand besluit te nemen. Vergaand voor de Vixianen, zoals we deze mensen tegenwoordig noemen, en vergaand voor hun eigen personeel van de afdeling sociale zaken, voorzitter. In beginsel is het goed als de sociale diensten gaan samenwerken, maar het voorgespiegelde beeld heeft nog te weinig realiteitswaarde. De integrale oplossing wordt losgelaten en men wil eerst de sociale diensten samenvoegen en pas later de problemen van de Vixia aanpakken. Terwijl aan de voorkant juist is afgesproken dat deze twee zaken samen zouden gaan gebeuren. Daarbij zien we op dit moment dat van de nieuwe voornemens welke door de Vixia-directie genomen zijn, nog te weinig terechtkomt, voorzitter. En goede voornemens maken en deze vervolgens ook realiseren, is volgens het CDA toch echt de benodigde start welke onontbeerlijk is bij een geslaagde transformatie. Maar het naar achteren schuiven van de transformatie van Vixia wordt dit er niet beter op en er zijn genoeg redenen om er niet langer mee te wachten. En ik hoop van harte, voorzitter, dat de problemen hierdoor niet nog groter worden. En ik laat naar de kijkers thuis, wil ik helder zijn, voorzitter, de gemeente Stijn heeft niet aangegeven niet mee te willen doen. Maar dat pas te doen als een en ander voldoende is uitgewerkt, zodat er een goed totaalbeeld ontstaat. En op dit moment is dat er niet. De financiële gevolgen en gevolgen voor ons eigen personeel moeten goed en duidelijk in beeld zijn alvorens we zo'n stap zetten, voorzitter. En wat Stijn betreft hoeven we niet per se per 1 januari 2018 te starten. Degelijkheid gaat wat ons betreft voor snelheid. En de gemeente Schinnen en de OR van de gemeente Stijn hebben inmiddels ook al aangegeven het standpunt van ons college te steunen. Om tot een goede besluitvorming te komen, heeft het Stijns College de concerncontrole gevraagd om vanuit een onafhankelijke positie kritisch mee te kijken naar de beschikbare stukken in zaken de oprichting van dit participatiebedrijf met de Westelijke Mijnstreekgemeente en de GR Vixia. En de eindconclusies, voorzitter, welke hieruit voorkomen, zijn duidelijk. De zaken zijn nog onvoldoende uitgewerkt. De resterende tijd, 2 maanden, is onvoldoende om de overheveling van het personeel op verantwoorde wijze te laten gebeuren en de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen. De verwachting over de te behalen resultaten zijn niet onderbouwd en niet zeker. Het te verwachten financieel voordeel voor deelname aan het participatiebedrijf is voor Stijn nauwelijks aanwezig op dit moment. Sterker nog, doordat van het advies van bureau Berenschot wordt afgeweken, komt Stijn voor een grote opgave te staan voor betreffende afbouw van de desintegratiekosten. Ik wil nog gezegd hebben, voorzitter, dat de brief van de gemeente Sittard, Geleen en Beek in zaken de mededeling dat Stijn dan maar helemaal uit de GR-Vixia moet stappen, tekenend is voor de toekomstige regionale samenwerking, welke juist zo hard nodig is. En ik vraag me af hoe we deze brief moeten interpreteren, voorzitter. Want juridisch kan Stijn helemaal niet verplicht worden om uit de regeling te stappen. En inmiddels heeft de gemeente Stijn ook aangegeven in de samenwerkingsstand te blijven staan. En dat terwijl Sittard, Geleen en Beek zelf van de gemaakte afspraken afwijken. Alles beschouwend, voorzitter, kunnen wij als CDA onze volmondige steun geven aan het raadsvoorstel. Te weten, niet instemmen met de voorliggende stukken en besluiten tot een no-go op dit moment in zaken vorming van het regionaal participatiebedrijf. En dus de Stijnse medewerkers niet over te laten gaan naar de gemeente Sittard Geleen. De transformatie van Vixia aan de hand van een nog op te stellen afzonderlijk plan van aanpak te laten verlopen en op termijn te bekijken of samenvoeging van de sociale diensten en Vixia bijdraagt aan de doelstelling om de kortste weg naar werk te volgen. De transformatieperiode zal in de tijd bijgesteld moeten worden en de financiële effecten en de integraliteit zullen in het plan van aanpak verbeterd moeten worden ten opzichte van de nu voorliggende stukken, voorzitter. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Boers. Kijk even naar de fractie Stijns Belang. Geeft het woord aan mevrouw Driessen. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Stijns Belang heeft de plannen, het bedrijfsplan, de business case, het rapport, de onafhankelijke blik van de oprichting regionaal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek, maar ook het advies van de ondernemingsraad van onze gemeente gelezen. Al ruim 1,5 jaar zijn de gemeentes Beek, Sittard, Geleen en Stijn bezig met plannen om te komen tot een regionaal participatiebedrijf, zodat onze mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen op een manier die van deze tijd is om mee te kunnen doen aan de arbeidsmarkt van deze veranderde tijd. Maar omdat we ook minder geld krijgen van het Rijk om alles te bekostigen, willen wij nu de juiste stappen zetten om tot een goed besluit te komen.
Ook de overgang van onze medewerkers van de afdeling werk en inkomen naar een gezamenlijke dienst is een stap die wel overwogen genomen moet worden en waar we de voors en de tegens goed moeten afwegen. Vandaag moeten wij als Raad van Stijn na vele jaren van overleg en rapporten een besluit nemen voor een go of no-go. Voor Stijns belang betreft hebben wij ons standpunt van tevoren en dit blijft nu ook gehandhaafd dat wij voor een no-go gaan. Stijns belang is er nog niet van overtuigd dat het samengaan van de afdeling werk en inkomen en sociale zaken op een korte termijn, en dat is al binnenkort 1 januari, een verantwoorde keuze is. En of de continuïteit van de dienstverlening ook al verantwoord is. Wij vinden dat er een beter financieel plan moet komen en dat de transformatieperiode naar voren geschoven moet worden. Al deze punten worden door het college ook benoemd en die kunnen wij dan ook onderstrepen. Vorige week werden wij verrast door een brief van de gemeente Sittard, Geleen en Beek. Niet blij verrast. Vanwege de inhoud, maar ook zeker niet vanwege het tijdstip van deze brief. 1 week voor deze vergadering van vanavond. Krijgen wij een brief van de gemeentes en worden wij onder druk gezet door onze collega-gemeentes. Als wij vanavond een nee afgeven, dan zullen onze collega-gemeentes de bestuurlijke en ambtelijke overleggen beëindigen. In het GR-bestuur zal de ontvlechting van Stijn uit de GR-Vixia besproken moeten worden. En deze ontvlechting zal dan ook nog volgens hun op een korte termijn gerealiseerd moeten worden. Stijns belang is van mening dat er voor de 4 deelnemende gemeentes, want als we het over het financiële stuk hebben, hebben we het ook over Schinnen, juridisch en financieel nog heel wat haken in hun ogen zitten aan een dergelijke ontvlechting. En dat laatste is ook nogal wat en vraagt dan ook, en onze vraag is dan ook of deze brief de wethouder ook voor zo'n verrassing gezet heeft en hoe ziet hij de juridische consequenties van deze ontvlechting. Mevrouw de voorzitter, we kunnen er lang en breed over praten, maar uiteindelijk komt het erop neer dat wij voor een no-go gaan. En wat Stijns belang betreft, zouden wij de wethouder richting de colleges van Sittard en Geleen mee willen geven dat Stijn zich niet zomaar laat wegsturen uit de gemeenschappelijke regeling van Vixia. Wij zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen, vooral in het belang van de mensen die werkzaam zijn bij Vixia. Maar niet onder de condities die er nu liggen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Drust. Geeft het woord aan de heer Van der Avert. Voorzitter, dank u wel. Uiteraard ook graag van mijn kant een reactie op het voorstel zoals het er vanavond ligt. En ik heb eigenlijk, voordat ik wat inhoudelijker erop inga, eerst al 1 vraag. En dat is de vraag, hoe relevant is het voorstel zoals het vanavond hier voor ligt nog in het licht van de actuele ontwikkelingen? En dat doe ik vooral op de oorlogstaal die gebruikt is in de media in de afgelopen periode. De discussie, voorzitter, begint Trump-achtige trekjes te krijgen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt en hoe het college hiermee omdenkt te gaan. Dat is een vraag die ik in eerste instantie gewoon even aan u voor wil leggen. Voorzitter, Progressief Stijn heeft grote zorg over de ontwikkeling met betrekking tot het participatiebedrijf tot nu toe. Aan de ene kant, en dat moeten we ons steeds blijven realiseren, gaat het om een uitermate kwetsbare groep in de samenleving. Wij hebben daarvoor een grote verantwoordelijkheid en wij moeten daar met zorg mee omgaan. Maar het gaat ook over de uitstraling van bestuurskracht. Ik heb daar eerder op gewezen. Het is op dit moment een uitermate actueel thema in het licht van regionale samenwerking en alles wat daarbij hoort of bij zou kunnen horen. In die situatie hadden we, wat Progressief Stijn betreft, nooit terecht mogen komen. Dus het is jammer dat we nu staan waar we staan. Dat had niet gemogen. Ik heb al eens eerder aangegeven, voorzitter, dat ik niet echt gelukkig ben met de aanpak die Stijn hierin heeft gekozen. Ik heb eerder tegen het voorstel van het college gestemd om voorlopig aan de zijlijn te blijven staan. En ik moet u zeggen, ik overweeg uitermate serieus om ook vanavond weer tegen het voorstel te stemmen. En ik heb daar de volgende reden voor, die wil ik graag geven. Voorzitter, samenwerken is ook samen risico willen nemen.
samen kansen willen pakken, maar ook samen risico willen dragen. En niet de anderen de kastanjes uit het vuur laten halen om op het moment dat het safe is zelf aansluiting te gaan zoeken. Ik wijs daar nog eens een keer op. De tweede reden, voorzitter, dat is een hele simpele naar mijn gevoel. Wij kunnen dit niet alleen. Wij moeten niet de illusie hebben dat wij deze klus op ons eentje kunnen klaren als gemeente. Daar geloof ik absoluut niet in. Aan de andere kant, voorzitter, en daar ben ik ook niet blind voor, ik vind de houding van Sittard, Gelinde van Beek ook niet heel sterk in termen van bestuurskracht. Er is veel wapengekletter, er zijn een hoop dreigementen. Het komt allemaal over als een uitermate opgefokte reactie. En zo ga je, vind ik, niet met elkaar om, zeker niet als gemeente besturen. We hebben een voorbeeldfunctie, we hebben een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving en dit gedrag past daar niet bij. De indruk ontstaat, voorzitter, dat daar een hele bewuste strategie achter zit. Als je kijkt naar diverse persuitlatingen in de afgelopen periode. Ik wil graag horen van het college of zij die mening ook is toegedaan en wat zij daarvan vindt. Of zij daar ook een strategie achter ziet. En welke dan? Voorzitter, als ik op dit moment de keuze moet maken ten aanzien van het voorstel zoals ik er ligt, dan zou mijn voorstel zijn, houd dit voorstel aan en ga zo snel mogelijk in gesprek, desnoods en misschien wel vooral, met een goede externe gespreksleider die in staat is om deze discussie op een objectieve en gedoseerde manier te voeren. Ik denk dat als wij nu zouden gaan besluiten over dit voorstel, dat we de zaak nodeloos op scherp gaan zetten. En ik denk dat de situatie zoals hier voor ligt daar niet mee gebaat is. Laat ik dat gewoon heel helder in zijn. Ik hoor ook graag de opvatting van het college daarover. Voorzitter, ik heb een enkele opmerking met betrekking tot het bedrijfsplan. Op de eerste plaats heb ik me steeds afgevraagd waarom. En als ik terugkijk naar alle floppers eigenlijk uit het verleden rondom dit thema, ik nu de garantie en de zekerheid en de rust zou moeten hebben dat het deze keer wel allemaal zou gaan lukken. Ik ben in Geleen geweest en ik moet u eerlijk zeggen, ik vind daar weinig concreet houvast om die vraag voor mezelf op dit moment positief te kunnen beantwoorden. Ik zie dat dit. Het plan zit vol met goede voornemens. Maar de goede voornemens hebben we in het verleden ook allemaal gezien. En dat heeft allemaal niet gewerkt. Dus waarom zou het nu wel werken? Ik hoop dat het college en de wethouder daar nog eens een keer wat nader op in zou willen gaan. Eén concreet punt, voorzitter, wil ik echt noemen, omdat ik vind dat dat echt niet kan. Er wordt gesteld dat in het kader van een nieuwe feel en look, want zo heet dat dan, of look en feel, mag ook, ja, beter hè. Laten we zeggen, we maar naar een nieuwe huisvesting moeten gaan kijken. En als ik dan zo zie wat wij inmiddels, laten we zeggen, onder de naam Vixia aan lege panden hebben staan in Sittard Geleen. En daar moeten we een oplossing voor zoeken. En daar zijn we mede verantwoordelijk voor. En daar dragen we ook aan de kosten bij. Dan zeg ik van ja, dan kan het toch niet zo zijn dat we, laten we zeggen, tegen die achtergrond nu met een allen voor, laten we zeggen, deze organisatie, voor dit participatiebedrijf, maar even een nieuwe huisvesting gaan creëren. We hebben veel pogingen achter de rug. Ze zijn allemaal geflopt, laten we dat niet vergeten. Daarom is mijn stelling, laat eerst eens wat resultaat zien en daarna kunnen we praten over huisvesting. Zo zou ik de zaak willen aanpakken. Ik heb nog een laatste vraag. En dat is, wat is nu onze verwachting ten aanzien van de samenwerking rond groenvoorziening en onderhoud van groenvoorziening? Ik heb eerder naar de wethouder al eens aangegeven dat je die twee dingen niet los van elkaar kunt zien. Dat werd toen ten stelligste ontkend. Dat waren zaken die stonden volledig los van elkaar. En zelfs als het een niet doorging, zou het ander rustig door kunnen gaan. Ik ben benieuwd of de wethouder er op dit moment tegen de achtergrond van wat nu gebeurd is nog steeds zo naar kijkt. En ik hoor ook op dat punt graag zijn reactie. Voorzitter, ik wil het hier wel laten. Dank u wel, meneer Van der Avert. Kijk naar de fractie CMW. De heer Meijers. Oh, sorry. Ja, het is omdat u nieuw bent, waarschijnlijk. Je hebt helemaal gelijk, meneer Broersma. Excuus van de voorzitter. Het woord is aan de heer Broersma. Ja, voorzitter, maakt mij niet zoveel uit. U staat me toe dat ik dit gestoelte neem om u toe te spreken. Ik zie graag de mensen in het gezicht. Ja, voorzitter, participatiebedrijf. Ja, er is erg veel te doen over de deelname van onze gemeente in het regionaal participatiebedrijf. En in elk geval heeft het besluit van het college om vooralsnog niet in te stappen de nodige irritatie veroorzaakt bij de gemeente Sittard, Geleen en Beek. En de manier waarop deze gemeente druk meende te zetten op onze gemeente vinden wij als VVD-fractie op zijn zachtst gezegd bijzonder laakbaar.
Met name Sittard Geleen, vinden wij, loopt hier met een hele grote broek door de regio. En ondanks de enthousiasmerende presentatie in Geleen in de Biezenhof, bleven wij als fractie toch met een aantal vragen zitten. Wat gemakkelijk werd er gedaan over de te nemen maatregelen en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. Ook in de beeldvormende vergadering van 11 oktober jongstleden zijn onze vragen de orde geweest. Echter ook hier kon het college op zich nog geen eenduidig antwoord geven. En naast de in onze ogen dubieuze vorming van een spaarfonds en het deels zelf ophikken van de desintegratiekosten, heb ik nog wel een paar simpele voorbeelden. Zo worden 25 formatieplaatsen van de BV Fixia geschrapt. Financiële kosten, afvloeingsregeling, vertrekpremies, sociaal plan, onbekend, voorzitter. Het snel terugbrengen van het vastgoedoppervlak van 30.000 naar 10.000 vierkante meter. Er wordt gedaan of dat de fluitje van een cent is, voorzitter. Wishful thinking in onze optiek gaat dit voordeel opleveren op korte termijn. Voor ons is dat onbekend. En dan krijgen we een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. U ziet het landelijk. Ministeries krijgen nieuwe logo's, nieuwe huisstijlen. Voorzitter, ook dat gaat tonnen kosten. Bedrag onbekend. Ja, misschien dat de wethouder hier nog informatie over heeft. Ik hoor het graag. Voorzitter, en terecht dat het college het bedrijfsplan op zijn merites heeft laten beoordelen door onze concerncontroller. De conclusies zijn wat ons betreft gewoon reëel en hebben ook bij ons de nodige bedenkingen opgeroepen. Met name de te snelle transformatie van de verplaatsing van ons personeel, werk en inkomen naar de gemeente Sittard-Geleen per 1 januari is een geheel terechte conclusie. Dit dient met de nodige zorgvuldigheid te gebeuren en dat jasje niet in 2 maanden er zomaar doorheen. En ons inzien terecht dat ook de ondernemingsraad van de gemeente Stijn een negatief advies heeft afgegeven over de deelname op dit moment aan het participatiebedrijf. Echter, voorzitter, voordat wij een definitief standpunt innemen als VVD-fractie, heb ik toch nog de volgende vraag aan de wethouder. De gemeente Sittard-Geleen en Beek hebben een dringend verzoek gedaan aan Stijn om uit het participatiebedrijf te treden. En gezien artikel 31 hoofdstuk 6 van de gemeenschappelijke regeling kunnen ze dat wel verzoeken, maar het is aan de gemeente Stijn zelf om daar uit te stappen. Wat nu als de gemeente Stijn nu niet gaat participeren, maar later gaat instappen? Wat voor consequenties gaat dat voor ons hebben? Kunnen de andere gemeenten ons dan de voet toch nog dwars gaan zetten? Ik had het graag geweten. En heeft het college na de laatste ontwikkelingen de bevindingen van onze businesscontrole alsnog ook eens een keer doorgezet naar Sittard-Geleen en Beek? Daar staan toch heel duidelijk onze beweegreden in beschreven. En zo nee, waarom niet? En is er na de brief van onze gemeente aan Sittard-Geleen en Beek nog nader overleg geweest om bijvoorbeeld eens te komen tot een compromis qua tijdspad en het wegnemen van een aantal onzekerheden? Ook dat had ik graag van de betreffende wethouder geweten. Voorzitter, ik had graag antwoord gehad op die vraag voordat wij een definitief standpunt gaan innemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broosma. Geef ik nu het woord aan de heer Meijers, fractie CMB. Voorzitter, leden van de Raad. We hebben kennis genomen van de voorstellen van het college in zaken hun opvattingen in zaken het opgerichte regionaal participatiebedrijf en kunnen daar ten dele nog enigszins begrip voor opbrengen. Immers, onduidelijkheid en onzekerheid zijn niet meteen de meest optimale en ideale instrumenten om tot een grijpende verandering van bestaand beleid over te gaan. Dat beeld hadden wij als CMB ook na het lezen van de stukken. En om die reden hebben wij dan ook in het vooroverleg dat plaatsgevonden heeft in de Biezenhof de nodige vragen gesteld. Als ook in de beeldvormende vergadering welke enkele weken geleden hier plaatsvond. Helaas zijn onze vragen nog steeds niet beantwoord. En dat maakt het voor ons nog moeilijker om tot een verantwoord besluit te komen. Behoudens die onduidelijkheid en onzekerheid moeten wij in onze overwegingen ook betrekken dat de primair verantwoordelijke bestuurders, welke ons de afgelopen jaar vertegenwoordigen in bedrijf Fixia, ons de afgelopen jaren
meer dan eens danig teleurgesteld hebben, omdat ze de met ons als raad gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot aanzienlijk hogere tekorten. Tekorten die voor ons de grenzen van het onaanvaardbare bereikt hebben. Daar waar andere SW-bedrijven in de landen met relatief lage gemeentelijke bijdragen zich nog kunnen bedruipen, zien we dat onze gemeentelijke bijdrage inmiddels ruim 1/2 miljoen is. En verwacht mag worden dat het tekort de komende jaren nog verder zal gaan oplopen naar boven de 1,5 miljoen. Die rekening moeten wij jaarlijks bij onze burgers neerleggen. Daarmee behoren wij ongetwijfeld tot de koplopers van alle ruim 90 SW-bedrijven in het land. En daar zijn we zeker niet trots op. Voor ons blijven er dan ook vele vragen onbeantwoord. En de meest belangrijkste vraag die bij ons leeft is: wat nu de toegevoegde waarde van dat regionale participatiebedrijf betekent voor de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? En dat zijn er in onze regio om en bij de 5000. En wat het beoogde participatiebedrijf nu ten opzichte van de bestaande situatie zal betekenen. Zowel in toegeleiding naar werk voor de grote doelgroep, als ook welke financiële voordelen dat gaat opleveren voor de deelnemende gemeente. Dat noodzakelijk inzicht hebben we zeker nog niet. En dat zouden we toch helder in beeld moeten hebben. Uitgaande van de voorstellen van het college zijn we dan ook enerzijds de mening toegedaan dat niet duidelijk is wat nu voor ons als gemeente de doorslag zou moeten geven om deel te nemen aan het beoogde regionaal participatiebedrijf. Maar anderzijds worden de mogelijke consequenties, gevolgen en risico van dit go-besluit, dat no-go-besluit, ook niet door het college inzichtelijk gemaakt en in beeld gebracht, omdat we een plan B missen. Een plan B dat naar mijn mening nodig is als men niet voor A kiest. En leidzaam toezien op datgene wat zich nu in de regio bestuurlijk aan het voltrekken is, lijkt ons niet de meest gewenste optie. Omdat we in dit scenario als gemeente in een positie gaan komen waarvan de gevolgen ook niet te overzien zijn. De ontstaande huidige situatie heeft er in elk geval nu al toe geleid dat de beoogde regionale samenwerking binnen onze regio onder zware spanning en druk staat. En is komen te staan. Met zelfs vijandige trekken van onze buurgemeente. En de vraag die we aan het college stellen is: wat betekent dit nu voor de regionale samenwerking in de westelijke Mijnstreek? En welke gevolgen heeft dat voor ons als gemeente Stijn? En voor onze burgers? Uit de brief van 13 oktober jongstleden van Sittard, Geleen en Beek blijkt niet alleen teleurstelling over de houding van Stijn, maar blijkt ons in elk geval dat die nabuurgemeenten zich keihard zullen gaan opstellen ten opzichte van ons. In die brief stelt men zeer nadrukkelijk dat het voorliggende plan door de drie gemeentes is opgesteld, samen met de kwartiermaker. Heeft u als portefeuillehouder tijdens het voorbereidingsproces de aandachtspunten welke voor u tot een go-besluit moesten leiden wel voldoende onder de aandacht van een collega-bestuurders gebracht, vraag ik me af. En heeft u gedurende het voorbereidingstraject voldoende aandacht geschonken aan de inhoud van de plannen die nu voorliggen? En op welk moment heeft u tijdens het bestuurlijk overleg kenbaar gemaakt dat de voorliggende plannen uw goedkeuring niet zouden kunnen verkrijgen? Beantwoord dat eens. Uit de brief van 13 oktober blijft ook voorts dat Sittard, Geleen en Beek niet eens meer met de gemeente Stijn aan tafel willen zitten over het per 1-1-2018 op te richten regionaal participatiebedrijf. Door deze opstelling worden we als gemeente volledig van het speelveld verwijderd en stelt men niet eens meer op prijs op datgene wat we zouden willen. Sittard, Geleen gaan door op de aangeslagen weg en zetten daarmee onze gemeente op een niet te benijden dood spoor. En het meest verwonderlijke in dit bestuurlijke drama is dat het college niet wenst mee te doen met plan A, maar ook geen uitgewerkt plan B, zelfs niet in hoofdlijnen klaar heeft. En dat is te betreuren. Het heeft ons dan ook verbaasd dat het college met niets in de handen wel nog aanvullende eisen wil gaan stellen aan Sittard, Geleen en Beek. Hoe nu verder? Dat lijkt ons in de gegeven omstandigheden redelijk naïef. En de vraag die we aan het college voorleggen is: welke realiteitswaarde moeten we als raad daaraan hechten? Als onze nabuurgemeente niet met ons wil overleggen, leg ons dat eens uit.
Nu de bovende regionale samenwerking voor het participatiebedrijf volledig dreigt mis te gaan, vragen wij ons in alle ernst af of ook de reeds bestaande vormen van samenwerking zich niet op een ellen vlak gaan bewegen. En we vragen het college of men zich daar voldoende van bewust is. In dit kader is het ons niet ontgaan dat onze buurgemeenten zich tot doel gesteld hebben Fixia te ontvlechten. Met als doel dat de gemeente Stijn gedwongen wordt te vertrekken uit het bedrijf Fixia. Wij vragen de wethouder, kunnen de gemeenten Sittard, Geleen en Beek het vertrek of anders gezegd de ontvlechting van Stijn uit Fixia afdwingen? En mocht dat zo zijn, wat zijn dan de consequenties voor zowel onze ruim 120 mensen met een WSW-dienstverband, die nu nog via de GR dat hebben, tot aan een pensioen gelegd in de leeftijd, ook de zorg die wij moeten dragen? Wat zijn de financiële gevolgen als dat zou plaatsvinden voor de gemeente Stijn? Vragen die niet beantwoord worden. Ook zouden we willen vernemen welke risico's in een vlechtingsscenario zitten als de andere gemeente, let op, een deel van hun WSW-medewerkers een baan zouden aanbieden bij het participatiebedrijf onder dezelfde condities en voorwaarden. Waardoor wij als deelnemende gemeente dan nog een groter procentueel aandeel bij Fixia in de tekorten moeten betalen. Is dat risico aanwezig? En willen wij dat risico lopen, vragen wij ons af. En ja, welke prijs? En welke maatregelen moeten dan door de gemeente Stijn genomen worden voor de mensen uit onze gemeente? Als we niet meedoen, welke nu nog bij Fixia in het kader van de WSW te werk zijn gesteld? Kunnen wij als de ontvlechting gaat plaatsvinden, of als we zelf uit de GR stappen, deze mensen bij een ander werkvoorzieningschap onderbrengen? En tegen welke prijs? Schinner heeft kennelijk onderzoek laten doen naar de vertrekpremie. Als men uit de gemeenschappelijke regeling van Fixia zou stappen, is dat juist? En wat zijn dan de uitkomsten, vraag ik aan de wethouder van het onderzoek dat Schinner gedaan heeft. Welke prijs wordt hem dan in rekening gebracht? Dan weten we op zijn minst al wat dat voor ons betekent als we daar de vermenigvuldigingsfactor op loslaten. Dan komen we bij de vastgoedstrategie, voorzitter. Meneer Meijers, u moet gaan afronden. U bent ruim over de 8 minuten heen. Ja. Ik zal het proberen kort te houden, voorzitter, in de vastgoedstrategie. Daar weten we al jarenlang dat er een verschil is tussen de boekwaarde en de marktwaarde. En elk jaar wordt het verschil kleiner omdat we afschrijven en de marktwaarde zich ontwikkelt in opwaartse richting. En naarmate de tijd vordert, wordt het verschil steeds kleiner. En er heeft men kennelijk een onderzoek laten doen en is er een document van vastgoedstrategie. Dat zou een vertrouwelijk document zijn, dat mag niet openbaar. En de eerste vraag is, wat heeft ons dat document gekost? En sinds wanneer is de wethouder, is onze tweede vraag, op de hoogte van de inhoud van dit document? Waarom zijn we als raad nog niet in de positie gebracht om kennis te kunnen nemen van dit document? Want het schijnt een belangrijk document te zijn. Worden in dat vastgoeddocument ook voorstellen gedaan die tot doel hebben de mogelijke kosten, huidige kosten en gevolgen voor de deelnemende gemeente te verminderen? En is uit het vastgoeddocument ook af te leiden dat het afwaarderen en in evenwicht brengen van het vastgoed door de deelnemende gemeente aanvullende besluiten genomen moeten worden? En wat betekent dat voor Stijn? Samengevat, voorzitter, als wij vanavond geen heldere, duidelijke antwoorden krijgen op de gestelde vragen, sluit ik me volledig aan bij de opvattingen zoals die eerder gepresenteerd zijn door de heer Van der Avert van Progressief Stijn. Dan bent u in elk geval goed genoemd, meneer Van Avert. Dan sluit ik me daarbij aan en vind ik dat het te vroeg is om vanavond een besluit te nemen. En vind ik dat eerst helderheid moet komen over het plan B en de gevolgen daarvan, zodat we een verantwoorde keuze kunnen maken. En anders, voorzitter, heeft het geen zin om hier vanavond een definitief besluit te nemen, want dan zetten we de zaak alleen maar extra op scherp. Ik zou het hier belaten. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Dome. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad. We dienen vanavond te besluiten over de vorming van het regionaal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. De vorming van het P-bedrijf is eerder aan de orde geweest in deze raad, in diverse commissies, commissie SD en recent in de beeldvormende vergadering. Vooropgesteld, de DOS-fractie stemt in met het no-go-besluit van het college van BNW. We willen ook motiveren waarom. Voorzitter, aanleiding om te komen tot een P-bedrijf
Dat was onder andere de reeds jaren zorgelijke situatie en slechte financiële resultaten van het SW-bedrijf Fixia. De mislukking van het turnaround-bedrijf, ik kan het nog een keer op tafel leggen, maar ik heb het al vaak genoeg gedaan. En alle mislukte pogingen hebben de afgelopen jaren vele miljoenen euro's, tientallen miljoenen gekost. Maar ook is er een nieuwe participatiewet, voortkomend uit de decentralisatieoperatie. En in dat hele proces van decentralisatie hebben wij in Stijn toch ook altijd proberen nieuwe en betere wegen te bewandelen, wat dus op diverse facetten ook gelukt is. Goed, we stonden daar dan ook in dat we het anders wilden gaan doen. Anders dan in het verleden gebeurd was. En daarin paste zo'n regionaal participatiebedrijf. Toen dan ook een werkgroep werd opgericht van raadsleden die zich daarin voor willen zetten, heeft de raad mij daarin afgevaardigd. Voorzitter, we zijn daar niet lichtvaardig te werk gegaan. De heer Koumans heeft ook deel uitgemaakt van deze raadswerkgroep. De bedoeling was dat we waardevolle bijdragen zouden leveren aan het besluitvormingsproces en met name door als raadsleden richtinggevende kaders voor dat nieuwe participatiebedrijf aan te geven. Belangrijke taak van een gemeenteraad is dat altijd. Voorzitter, we zijn ook gaan kijken, de heer Meijers had het erover, er zijn ook bedrijven waar het goed loopt. Ik heb altijd geleerd, daar waar het goed loopt kun je iets leren. Dan kun je zien hoe het wel kan. We zijn naar Den Bosch geweest, Wener Plus, we zijn naar Helmond onder andere geweest. Ik heb zelf nog een paar bedrijven bezocht en ben tot de conclusie gekomen dat je, ga je het anders doen, kan er ook resultaat bereikt worden. Ik wil niet zeggen dat je altijd winst kunt maken of kostenneutraliteit, maar ik wil wel duidelijk stellen dat we gezien hebben, als je iets goed uitwerkt, een duidelijke business case hebt, een goed uitgewerkt stappenplan met nauwwerk en tijdschema, goed opgebouwde resultaten met je bedrijfsleven en een constructief overleg met ondernemingsraden en de participerende organisaties, zowel sociale diensten als ook SW-bedrijf, je tot goede resultaten kunnen kopen. We hebben daar de nodige know-how op gedaan die we ook steeds hebben ingebracht. Op 30 juni 2016, alweer een hele tijd geleden, hebben we in het kader van de beschutte participatie en de transformatie van Fixia een raadsbesluit genomen hier in Stijn. Dat raadsbesluit hield onder meer in dat we de gekozen uitwerkingsrichting met betrekking tot de transformatie van Fixia en de vorming van het regionale participatiebedrijf onderschreven. Ook stond in dat raadstuk, onder het hoofdstuk Financiën, expliciet vermeld, ik citeer, definitieve besluitvorming is pas mogelijk op basis van een gedegen financiële onderbouwing en een op haalbaarheidsgetoetst stappenplan. Voorzitter, in september 2016 heeft die regionale werkgroep een nieuw startdocument gemaakt omdat de nieuwe fase de besluiten waren genomen in de gemeenteraden aan de orde was. En u kunt het nu gelukkig nalezen, ook in de besluitenlijsten die sinds kort openbaar zijn. Ik weet niet of u ze al heeft ondertussen. De heer Koumans en ik hebben daarvoor geknokt dat die openbaar zouden worden, die besluitenlijsten. Want we vonden dat iedereen recht had om te weten hoe dat proces verlopen is. En er werd duidelijk gesteld, de gemeente houdt de regie. Raden aan de voorkant in positie brengen om richtinggevende kaders te geven en keuzes te kunnen maken. Een integraal dienstverleningsconcept in proces richting werk vanuit sociale diensten die samensmelten, inclusief Fixia. Efficiënt werken, krachtig proces, bedrijfsmatig werken. Look en feel van een bedrijf, wat we gezien op die plaatsen, ik zeg dat ook naar de heer Van Avert, dat dat met name ook stimuleert. Als mensen in een omgeving werken, wat ze het idee hebben, een bedrijf. Mevrouw I had het nog over de afdeling sociale zaken in Sittard. Dat straalt niet uit een look en feel die een bedrijf moet hebben, geef ik daarbij aan. Voorzitter, is ook duidelijk gezegd, dat hebben we ook ingedragen, dat er meer inbesteed moest worden door de gemeente. Ook via het regionaal werkbedrijf openbare ruimte, kortom werk geven aan zo'n participatiebedrijf. De grote financiële tekorten moesten teruggedrongen worden met substantiële bedragen, zodat die te behappen zijn in de gemeentelijke begroting. Frictiekosten moesten terugverdiend worden uit efficiëntievoordelen. Er moest een duidelijke marsroute en goede communicatieplannen zijn. En het tijdig realiseren van de nieuwe situatie, tijdig knopen doorhakken, geen langdurige organisatietrajecten die vele jaren duren. Het vastgoed hebben we ook toen gezegd, dat moet uit die begroting van dat participatiebedrijf. Dat is een stuk uit het verleden waar we een aparte weg moeten bewandelen, maar dat moeten we niet steeds in dit kader noemen. Daar moeten gewoon oplossingen gezocht worden, oplossingen waar de heer Meijers het ook over had. Dat hebben we ook steeds aangedragen. Hele duidelijke richtingen en kaders dus aangegeven. Steeds ook weer ingebracht in die werkgroep. Werkgroep waar alle gemeentes in vertegenwoordigd waren uit de regio. Voorzitter, en ja, ons doel was gewoon, als je die voorwaarden allemaal kunt realiseren, dan richt je een echt participatiebedrijf op. Iets wat wij wilden. We hebben ook dat altijd geadviseerd aan de colleges van BNW als raadswerkgroep. Nou, die duidelijke business case die moest er komen in relatie tot het strategisch beleidsplan van Fixia dat in december 2016 was toegezegd.
We kregen als werkgroep ook een detailplanning voorgezet. De masterplanning heette dat. Daarin staat onder andere vermeld dat die business case al in november 2016 zou worden opgeleverd en dat besluitvorming zou kunnen plaatsvinden in de gemeenteraad en de rest van het jaar 2017 zou kunnen worden gebruikt voor uitwerking. Voorzitter, we stellen vast dat de voorgenomen procesplanning niet gehaald is. Gedurende de rit zijn daar uiteraard vragen door ons over gesteld in die regionale werkgroep en zijn unaniem door allemaal die raadsleden irritaties over geuit, zoals dat ook in de verslagen vermeld staat. Ik citeer uit het verslag van de raadswerkgroep van 29 maart jongstleden. Wethouder Verblak, Sittard-Geleen, legt naar aanleiding van vragen uit dat het college van BNW van Sittard-Geleen eerst besluitvorming van de raad nodig heeft om het vervolgtraject te kunnen inzetten, zoals bijvoorbeeld de vragen over OR en opstellen van het sociaal plan. Dus toen vonden ze eerst dat de raad moest besluiten daarover. Dan pas konden we verder, een vertraging. Wethouder Huub Jansen gaf aan niet langer te willen dralen, maar nu verder te willen. Hij haalde ook de kaders aan die hier eerder gesteld werden. Voor een definitief besluit wilde hij naar de raad als alle feitelijk inzichtelijk waren en dan kon je met concrete voorstellen komen. Voorzitter, we hebben moeten constateren dat dat plan er niet kwam. De raadswerkgroep kon zich niet daarin vinden en indien nodig was, wilde een voorbereidingskrediet, het vernodigde krediet kon worden opgesteld. Tevergeefse advisering. Sittard-Geleen en ook Beek kwamen al tot definitieve besluitvorming zonder financiële plannen, zonder een bedrijfsplan, terwijl het besloten tot het moest er komen. Na de themasessie van 8 mei moesten we concluderen dat er alleen globale antwoorden kwamen. Over andere ambities, kosten, toekomstige verdeelsleutels kon men nog geen antwoord geven. Vertrouwen maar op, het komt goed, het komt allemaal goed. Vonden wij teleurstellend en hebben dat ook in die werkgroep geuit. In september zou het definitieve bedrijfsplan komen. September jongsleden, inclusief onderbouwing. Uiteraard kwam weer te laat en het viel ons als DOS-fractie zwaar tegen. Zowel financieel als ook de uitgewerkte aanpak, de lange tijdslijn, de trage integratie van Vixia, zonder integrale aanpak, etc. op korte termijn. Er bleven ook 2 organisaties bestaan, er bleven 2 aparte directies die weliswaar zeiden we gaan zoveel mogelijk samenwerken, maar je vindt het nergens terug in de plannen. Als je dat wil, leg dat vast, maak je daar controleerbaar op, dat gebeurde niet. Dat hebben we ook aangekaart aan de regionale werkgroep. We hebben ook, tot slot van rekening, bij de voorzitter, onafhankelijke voorzitter, aangedrongen om een evaluatie van de werkgroep. Recent heeft de evaluatie plaatsgevonden. Het verslag hebben we nog niet, maar dat zullen we wel krijgen. Meneer Domen, u zit nu ook ruim over de 8 minuten. Ik ga afronden. Met als resultaat, ik zeg dat ook hier, dat die werkgroep en die raadsleden uit de 3 gemeenten die van Schinnen, die waren er niet meer bij, moesten concluderen dat alle kaders die ik genoemd heb niet gehaald waren. Allemaal niet. Ik niet alleen gecontroleerd, de heer Koumans niet, maar allemaal die raadsleden concluderen dat. We kwamen tot een unieme conclusie. Ja, ik hoef het eigenlijk niet meer te verduidelijken, ik kan het niet in tijdsbestek, maar er is geen integrale aanpak vanaf het begin. De look-and-feel-situatie die wordt niet gecreëerd, wordt alleen gezegd, in juni gaan we een nieuwe naam invoeren. Kortom, de financiële zaken. Ik geef alleen aan, je gaat een geweldige verandering proberen door te voeren. Er is geen geld uitgetrokken voor scholing, voor cultuurverandering, voor organisatieveranderingen, wat de heer Broersma ook zegt, voor afvoerplannen, die je zeker ook nodig hebt. Ga zomaar door, daar vindt u niks van terug in het bedrijfsplan. Jammer genoeg. Dus kortom, ja, als je daar zit als raadslid, je moet kaders stellen. En die kaders worden niet nagekomen. Moet je dan maar zeggen, ga toch maar je gang, gaat u weg, gaat u voort. We zullen wel afwachten wat er van komt en we zullen het zien. De DOS-fractie heeft in ieder geval gekozen dat niet te doen. We vinden dat we als raad die lijnen moeten uitzetten. En nu verder, ja. We merken dat we als Stijn nu duidelijk een zwarte piet toegespeeld krijgen. Nou, iedereen moet zal die historie kunnen leren of dat terecht is. Ik vind van niet. We hebben steeds onze meningen duidelijk geventileerd en ook aangedragen hoe het wat ons betreft beter moest. Maar we merken toch een stuk framing op van ja, samenwerking, moeten we nog met Stijn, et cetera. Wij vinden dat we de rug recht gehouden hebben. Stel eens dat we dat niet gedaan hadden. Stel eens dat we gezegd hadden, ja, we gaan mee. Ja, waren we dan niet hier afgeschoten dat we niet datgene wat we de raad beloofd hadden als kaders, om dat ook uit te dragen en proberen te realiseren? Ik denk dat ik dan niet hier goed in mijn vel zou zitten. Goed, laat ik afronden. Ik vermeld ook nog dat de SW-medewerkers onze gemeente, die hebben een goede rechtspositie. Die blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst en die blijven wat dat betreft ook hun werkplek en ook hun rechtspositie binnen de SW behouden. Het kan ergens anders zijn, andere organisatie, maar dat is niet een vraag, dat is wettelijk vastgelegd. En daar gaat het eigenlijk ook om. Uiteindelijk gaat het om die doelgroep goed te bedienen en natuurlijk ook om de toekomstige werkzoekenden. Wat moeten we nu? Nieuwe wegen gaan bewandelen? Ja, inderdaad, dat zullen we moeten.
Een plan B zal opgepakt moeten worden. Ik roep het college daar ook toe op om daarin duidelijkheid te verschaffen, rekening houdend met wat de besluitlijnen zullen zijn, ook van de andere gemeentes. We staan op DOS-fractie open voor alle voorstellen die in deze gedaan worden. We rekenen ook op alternatieve voorstellen en die invulling daarvan. En wat ons betreft zou er best ook eens een raadswerkgroep in Stijn kunnen komen die ook kaders opzet hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. En vanaf het begin daarin goed gaat meedenken welke lijn we nu moeten gaan bewandelen. Kortom, die oproep doe ik. Blijf erbij betrokken in het belang van de SW-merkers en de toekomstige werkzoekenden. Dank u. Dank u wel, meneer Domen. Dan heeft iedere fractie in eerste termijn het woord gevoerd. Ik geef het woord aan wethouder Jansen. Ik weet het. Ja? Oké. Okay. De microfoon doet het. Ik ben goed te verstaan, neem ik aan. Zo niet dan... Ben ik ook te verstaan voor de CDA-fractie? Oké. Okay. Dan steek ik van wal, voorzitter. Dank u wel. Toch nog veel vragen vanavond, ondanks een eerdere beeldvormende vergadering waar... met name die bedoeld is om vragen te stellen en antwoorden te krijgen op 9 oktober jongstleden. Maar ik zal een poging doen, voorzitter, om daar antwoord op te geven. Zij dat ik mij wel heb voorgenomen vanavond op hoofdlijnen te blijven en niet te veel in de details terecht te komen. Dat is al moeilijk genoeg voor een jurist, maar ga het proberen. Mevrouw Idi heeft het over hobbels die genomen hadden kunnen worden. Ambitie die alleen maar kosten gedreven is. U mag van mij aannemen, mevrouw I, dat wij heel wat hobbels genomen hebben op weg naar dit voorstel toe. En dat wij daarbij niet alleen door kosten gedreven zijn, maar ook het personele belang, zowel van ons eigen personeel van Stijn, als ook dat van de SW-medewerkers in ogenschouw genomen hebben. En zorgvuldig hebben willen dienen, dat woord komt vaak terug vanavond, zorgvuldig hebben willen dienen, ja, dat staat buiten kijf. Daar hebben we namelijk in dit voorstel denk ik ook met zoveel zorg aandacht aan besteed en op gewezen. U verwijt ons navelstaren. Stijn is niet aan het navelstaren. We zijn bezig in een proces en een traject om te kijken of we op een alleszins zorgvuldige manier, goed onderbouwd, tot een participatiebedrijf kunnen komen, waarbij, en dat zeg ik er dan maar meteen bij, de kaarten wel anders zijn komen te liggen dan bij aanvang van het proces. Het was begonnen om de kosten van Vixia te reduceren, om een beter bedrijfsresultaat Vixia te realiseren. En daarvoor was bedacht dat het participatiebedrijf met het dienstverleningsconcept wat eronder zou komen te liggen, een oplossing zou kunnen bieden. En dat kan ook nog steeds. Dat hebben we ook in een van de beslispunten als voorstel aan deze raad voorgelegd. Alleen de snelheid waarmee en het bijna als een heilig huisje vasthouden aan een datum 1 januari 2018, ja, dat is veel te kort door de bocht. Daar krijg je met goed fatsoen niet eens die sociale diensten voorbij elkaar gevoerd. Daar heb je een ICT-verhaal liggen dat veel tijd vergt, waar zorgvuldigheid bij geboden is om te voorkomen dat je in het probleem terechtkomt dat procedures niet goed lopen of allerlei uitkeringen in de knel komen of betalingen, of noem het maar allemaal op. Heel die administratie en de digitale verwerking daarvan. Ja, ik geef het ze te doen, maar de manier waarop dat op dit moment in de stijgers gezet is, is nogmaals te kort door de bocht, veel te snel. En in onze ogen geeft dat alleen maar problemen en geen oplossingen. Wat betekent het om later in te stromen? Ik weet dat op dit moment niet. Dat is ook moeilijk in te schatten. We blijven om die reden ook toch pogen, ik geef dat ook even richting de heer Meijers mee, om bij Sittard, Geleen en Beek aan de tafel te zitten en mee te praten. En zeker waar het de Vixia-belangen betreft, laat daar geen misverstand over bestaan, blijven wij ook als deelnemer, partij, bij die gesprekken. Ze kunnen ons niet eenzijdig lozen, om dat zomaar te zeggen, of lossen of uit
dat uit die gemeenschappelijke regeling zetten. Dat is juridisch onmogelijk. Dus wat dat betreft blijven we in dat kader zeker meepraten over de belangen van de medewerkers bij Vixia. En als het even kan, zeg ik erbij, en dat staat ook in het voorstel, ook over de, het tot stand brengen van het participatiebedrijf. En we blijven daar toch de handreiking doen in het kader van de samenwerking. Daar is ook nog even zijdelings genoemd het groenbedrijf. Misschien kan daar de collega wethouder Hendricks zo meteen nog iets over zeggen wat betreft de stand van zaken. Ik ga door naar het verhaal van de eigen look and feel. Ja, het is door een aantal mensen genoemd. Ik denk dat de heer Dome terecht typeerde. We hebben voorbeelden gezien in de landen waar het goed werkt, de korte lijnen. Het meteen naar werk toe dirigeren. Dat is de opzet. En vanuit een bedrijf wat geen, laat ik maar even noemen, zonder daar negatief over te willen doen, maar een soort van ambtelijk gemeentelijke status heeft. Het moet een echt participatiebedrijf zijn. Daar gaat het om. Dat is de kracht van zo'n participatiebedrijf. En niet onderdeel uitmaken van een grote gemeentelijke organisatie, wat nu staat te gebeuren. En dan mag je beloven dat je het logo en de huisstijl gaat veranderen. Prima. Maar daarmee heb je nog niet de voorbeelden, de good practices in de landen staan die wij gezien hebben waar het wel kan werken en waar het daadwerkelijk ook werkt. Dus wat dat betreft, eigen look and feel. Ik zou zeggen, ga naar Helmond, ga naar Den Bosch en zie wat daar gebeurt. En u ziet de voorbeelden tastbaar en in uitvoering. Dus dat is daarmee denk ik duidelijk. Een hoge ambitie. Ja, wij willen in elk geval dat het bedrijf Vixia, de GR Vixia, zo snel mogelijk getransformeerd wordt. Daar zijn op dit moment goede aanzetten toe gedaan. We zijn bezig binnen Vixia met competenties. Dat is een screeningsprogramma waarbij de competenties, maar ook de loonwaarde van de mensen duidelijk wordt die bij Vixia werkzaam zijn. Waarmee je dus ook uit de voeten kunt als het gaat om het op de markt zetten, detacheren, alle instrumenten die daar vervolgens op ingezet kunnen worden ten behoeve van die doelgroep. Met een gepaste manier die mensen op de markt zetten en daar hun dingen laten doen met de mogelijkheden, maar ook soms onmogelijkheden die ze hebben. Meneer Boers was van CDA denk ik nogal positief richting het voorstel in elk geval. Personele financiële gevolgen moeten toch wel duidelijk in kaart gebracht zijn. Past ook denk ik helemaal in het voorstel zoals we dat nu hebben liggen. En dan het verhaal van het uitstappen van Sittard Geleen. Daar is CDA voor begonnen. Een aantal fracties hebben dat gememoreerd. Dat is behoorlijk hard is dat aangekomen. De vraag, had u het zien aankomen? De antwoord van deze kant, nee. Had ik niet zien aankomen, had het college niet zien aankomen, was dus een complete verrassing. We hebben er ook meteen op gereageerd, zoals we dat gedaan hebben voor een ieder bekend. Dus wat dat betreft hoop ik en verwacht ik ook dat we on speaking terms komen of misschien wel blijven. Want wat dat betreft lopen de gesprekken uiteraard door en zullen de vergaderingen ook van deze kant uit als het gaat om Vixia, GR, Dagelijksbuur, Algemeen Bestuur, AVA, noem het maar op, gewoon bijgewoond worden om daar ons steentje bij te dragen aan samenwerking, ook op het gebied van de participatiewet. En de inclusieve arbeidssituatie die we allemaal nog voorstaan. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dus ik zeg juridisch onmogelijk om Stijn de deur te wijzen. Sterker nog, wij blijven volharden in samenwerking, ook op dit terrein. En we hopen dat Sittard Geleen en Beek tot inkeer komt. En daar ga ik voor Sans ook nog vanuit. Daar gaan we in elk geval in de eerstvolgende vergadering aanstaande maandag weer voor zitten. En ik verwacht eerlijk gezegd dat we daar ook uit gaan komen. Mocht dat anders uitpakken, bent u de eerste uiteraard die daar kennis van neemt. Maar vooralsnog blijf ik positief gestemd. Stijns Belang, mevrouw Driessen. Memoreert de standpunt van de ondernemingsraad. Had een aantal sprekers eerder ook al gedaan. Die vallen in feite toch het standpunt, het voorstel zoals het nu voor ligt, bij vanuit het college. Dus ik denk dat dat ook dat wel iets zegt over de wijze waarop Stijn in de wedstrijd zit. Dus prima dat dat van die kant vanuit de medezeggenschap dat hart onder de riem meegegeven is.
De vraag met betrekking tot de ontvlechting op korte termijn, ja, ik zei het al, totaal verrast. Onmogelijk ook wat Sittard, Geleen en Beek daarin stellen. Je mag weten dat de gemeenschappelijke regeling het heeft over een opzegtermijn van 3 jaar. En dan moet er ook nog met meerderheid voorstanders zijn om tot ontvlechting te komen. En dan bedoel ik een algehele ontvlechting, dus een volledige ontbinding van die GR. En niet een eenzijdig de deur wijzen van een van de deelnemers. Dat is juridisch op basis van wet en regelgeving onmogelijk. Progressief Stijn, meneer Van der Avert, dan heb ik de naam ook meteen goed te pakken, vraagt hoe relevant het voorstel in het licht van de oorlogstaal nog is. Ik heb het net proberen te duiden, meneer Van der Avert, voor ons heel relevant, want we zijn op meerdere plekken met elkaar de samenwerking aangegaan. Daar ligt in elk geval nog niet het oorlogsmaterieel onder of bij. Wat krasse taal, daar ben ik het meteen mee eens als u dat zo stelt. Maar ik blijf er ook bij dat wij de handreiking steeds gedaan hebben en ook blijven doen als het gaat om die samenwerking. Het college is daar heel duidelijk in geweest en nogmaals, maandag komen we daar zeker op terug. SW-medewerkers zijn kwetsbaar, dat klopt. Zorgvuldigheid is geboden, ook dat klopt. Maar aan de andere kant, ze hebben ook wel een redelijk solide status, zeg ik maar even. De heer Domen heeft dat geduid in de zin van bescherming vanuit het feit dat ze als SW-medewerker aangenomen zijn. Dus die status die behouden ze ook. Ze hebben dus recht op die status tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Er is al eerder gezegd dat het ook niet, althans niet verplicht mogelijk is om ze daar eerder toe te bewegen om daarvan af te stappen. Ook dat hebben we juridisch laten uitzoeken. Dat is een terechte opmerking geweest, ook van de directiezijde van Vixia. Dus dat zit redelijk solide, maar neem niet weg dat we in de tussentijd wel moeten proberen om de medewerkers bij Vixia de nodige duidelijkheid te geven. En een van mijn vragen aanstaande maandag, misschien wel verzoeken, is ook om die communicatie met de SW-medewerkers, om die in elk geval goed voor elkaar te krijgen en die duidelijkheid te creëren hoe dat wij in de wedstrijd zitten en welke besluiten er nu genomen zijn. Na vanavond, dat zeg ik dan ook meteen bij, kan dat ook, want waar wij van in afwachting waren was het standpunt van de Raad. En dat ligt in de lijn met het eerdere besluit dat deze Raad genomen heeft. Dus voor de muziek uitlopen, zeg ik er dan met nadruk bij, had ook niet gekund. We zitten gewoon te wachten op go-no-go vanavond in dit gremium. En dat is ontzettend belangrijk, hoe dat wij verder kunnen acteren in het Vixia-dossier, misschien wel het participatiebedrijf-dossier. Ik heb de heer Meijers horen zeggen, waar blijft dat? Heb ik nog een aantal vragen van meneer Van der Avert openstaan? Of heb ik ze? De aanhouden is vervolgens misschien wel een betere oplossing in de ogen van de heer Van der Avert. Alleen aanhouden is geen optie. Ik heb in het begin al gezegd, die termijn van 1 januari 2018 staat gewoon bijna in de sterren geschreven, staat als een paal boven water, is in beton gegoten. Ik weet niet hoe hard ik het moet formuleren, maar dat is het moment waarop het participatiebedrijf van de grond getild wordt door Beek en Sittard Geleen. Hebben ze ook kenbaar gemaakt, is ook geen misverstand over. We hebben heel veel gedubt en gesproken over eventueel uitstel en de mogelijkheden voor iets wat later tot een integrale aanpak komen. Maar Sittard en Geleen, Beek, nogmaals, die hadden zich politiek al zodanig vast en duidelijk daarover uitgesproken. 1 januari 2018 was niet meer bespreekbaar, lag muurvast. Bij interruptie de heer Van der Avert. Voorzitter, ik wil daar heel even snel op reageren. Ik heb het niet alleen over 1 januari 2018. Als ik zeg aanhouden, dan wijs ik even op het vergadermodel zoals we dat hier hebben met een oordeelsvorm en een besluitvormende raad. Niets weerhoudt ons ervan om de besluitvorming over dit voorstel 2 weken voor ons uit te schuiven en die 2 weken goed te benutten. Ja? En daar pleit ik dus voor. Ja, daar gaat u als raad over uiteraard. Daar ga ik niet over, maar ik probeer duidelijk te maken dat we even dezelfde taal spreken. Ja, dat was me niet duidelijk uit uw opmerking, maar uit uw opmerking. 2 weken aanhouden, dan komen we nog dichter bij die 1 januari 2018. En ik weet niet wat dan goede dingen doen is, maar dat krijg ik dan misschien in tweede termijn nog te horen.
ik begrijp dat we dan weer aan tafel moeten, de gesprekken gevoerd moeten worden, maar dat gaat even goed gebeuren. Ondanks het besluit dat hier vanavond genomen wordt of niet genomen wordt, blijft nog even de vraag uiteraard. De heer Van der Avers. Dat die gesprekken gevoerd gaan worden, dat geloof ik zonder meer in. Alleen de condities waaronder en de begeleiding daarbij, daar heb ik wat andere gedachten bij dan u kennelijk. Ja, dat kan. Nogmaals. Ik heb dankjewel, voorzitter. Excuus. Ik heb proberen duidelijk te maken dat wij van meet af aan als gemeente Stijn duidelijk standpunt bepaald hebben hoe wij in de wedstrijd zitten, wat de belangen zijn, hoe zorgvuldig we daarmee om willen gaan. En het resultaat daarvan, dat ligt nu in, bij wijze van voorstel voor. Welke garantie hebben we dat het nu wel gaat lukken waar het in het verleden mislukt is? Ja, ik denk dat er een aantal zaken geweest zijn, zoals een participatiewet. We hebben een aantal onderzoeken laten doen door Berenschot. Er is een cafetariemodel in het leven geroepen. De ontschotting zeg maar, in de maatschappij die kan ons daarbij ook heel goed helpen. Dus ik denk dat er nu wel andere omstandigheden zijn dan pak een beet 5 of 7 jaar geleden. En of het dan allemaal gaat lukken, dat is zeker niet met garanties te omkleden of te zeggen. Dus dat blijft uiteraard een kwestie van elkaar goed vastpakken en voor die totale oplossing, die integrale oplossing gaan. Als de andere partijen daar in elk geval nog open voor staan. Dus die kanttekening moet ik daar wel bij maken. Ik kom bij VVD, de heer Broersma stelt dat Sittard Geleen met de brief nogal wat druk gezet heeft bij deze gemeente. Ja goed, dat is denk ik door menig een uitgesproken in deze raad. Vragen als hebben we het te gemakkelijk gedaan over te nemen stappen en de gevolgen daarvan. Er is nog geen sociaal plan bekend, terugbrengen van het bedrijfsoppervlak van 30 naar 10.000 vierkante meter. Dat zijn allemaal zaken die inderdaad nu door Sittard Geleen en Beek gerust voor lief genomen worden, waar wij kanttekeningen plaatsen bij haalbaarheid en realiseerbaarheid enzovoort. Dus hadden we meer tijd gehad, hadden we het misschien ook, ik denk met zekerheid, beter kunnen uitwerken en meer in detail over financiële en personele gevolgen kunnen informeren. Ik ga nog even door op die vastgoedportefeuille. Kom dan bij de heer Meijers, die zegt ten aanzien van dat verhaal. Dat groeit naar elkaar toe, boek- en marktwaarde. Dus waarom zouden wij daar werk van maken? Vraag naar de kosten van het onderzoek. Die heb ik op dit moment niet paraat, maar die kunnen we denk ik binnenkort verstrekken. Was misschien ook een vraag geweest op 9 oktober, maar goed, hij wordt nu gesteld. Dus als daar nog behoefte aan bestaat, kan dat antwoord gegeven worden. Maar wat belangrijker is, voorzitter, denk ik op dit punt, dat die vastgoedstrategie de basis vormt voor een nader onderzoek. Volgens mij is dat toch ook een en andermaal met deze raad gedeeld. Dus er komt nog een uitgewerkt plan waar het de het omgaan met het vastgoed van Vixia gaat. Dus ook dat hebben we nu op dit moment niet, maar zit er wel aan te komen. Daar wordt door iemand bij Sittard Geleen op dit moment hard aan gewerkt om dat plan op te stellen en ons daarmee te bedienen om daar vervolgens ons standpunt op te kunnen bepalen. Dat is de afspraak die we in elk geval gemaakt hebben binnen Vixia. De heer Meijers bij interruptie. Wat bedoelt dan de wethouder daar precies mee? Want er komt nog een plan, er is een document, een vastgoed document, een vertrouwelijk document. Dat kunnen we nog enigszins voorstellen, want het gaat uiteindelijk om marktpartijen die daar belang bij zouden kunnen hebben als ze te vroeg geïnformeerd worden. Maar leg het eens wat nader uit. Gaat het dan over het probleem van het afwaarderen van die panden die wij nu in eigendom hebben? Is dat de motivatie daarvoor? Wethouder Jansen. En staan daar dingen van in de notitie van het ware wenselijk om dit of zus of zo te doen? Ik vraag het maar. Het zou voor de hand kunnen liggen. Ik had het woord teruggegeven. Ik zat even op groen licht te wachten, voorzitter. Nee, ik zei net al wethouder Jansen. Wat komt er in dat, laat ik beginnen met de opmerking dat een vastgoedstrategie nog geen uitgewerkt plan is. Dus daar staat even in grote lijnen, ik mag daar niet te veel van verklappen, want nogmaals, het is vertrouwen, maar daarin staat
wat die marktwaarde is, hoe het vervolgens versleuteld is in de boeken van Vixia en wat we daar in een aantal scenario's wel of niet mee zouden kunnen. En dat wordt nu nader uitgewerkt, met name als het doel is om van dat vastgoed af te komen. En die doelstelling is u wel bekend, neem ik aan, tenminste dat is meerdere malen geventileerd. Dat zal dus op een gepaste manier in dat uitgewerkt plan terug te vinden moeten zijn. Wat is wijsheid bij het vermarkten van het vastgoed in relatie tot hoe dat vastgoed nu gebruikt wordt en in de toekomst nog mogelijkerwijs door Vixia gebruikt gaat worden. We hebben nog een aantal PMC's daar in zitten die op de een of andere manier ook hun plek moeten zien te krijgen. Dus in dat spanningsveld zou ik bijna willen zeggen, wordt gezocht naar goede, adequate, marktgerichte oplossingen. En dat plan, dat is nu in wording en dat zit er nog aan te komen. Dus dat hebben we nu nog niet. Maar is wel toegezegd en ook toebesloten in het Vixia-bestuur. Begrijp ik dan goed dat er dus geen enkele aanbeveling zit vanuit die notitie richting besturen van gemeenten, dat er het wenselijke of noodzakelijk zou zijn, gelet op de situatie, dat er afgewaardeerd moet worden? Geef het woord terug aan wethouder Jansen. Ja, ik heb het woord scenario's laten vallen, voorzitter. En daar blijkt uit dat er wel degelijk richtinggevend iets in dat vertrouwelijk stuk genoemd wordt. Maar ik kan daar verder inhoudelijk niks over vertellen. Dat wordt nu nader uitgewerkt en daar komen we nog op terug op zeer korte termijn. Daar is in elk geval een afspraak over gemaakt. Ja, voorzitter, ik vind dat een beetje wazig. En ik zeg dat om reden dat ik uit de begroting van de gemeente Sittard lees dat die in het kader van het afwaarderen van onroerend goed Vixia de raad hebben voorgelegd om 5,2 miljoen uit het lopende exploitatiebegroting af te waarderen, ten laste te laten komen van het onroerend goed. Ik merk daarbij op, dat is ook een informatie die ik lees uit stukken van de nabuurgemeente, dat bijvoorbeeld de gemeente Beek 583.000, als het goed is, ten laste van de reserve brengt voor de afwaardering van gronden. En wij weten dus nog van niks. Daarvoor is ook mijn vraag zo helder. Ik denk dat de wethouder in orde van grootte zou het wel eens zo kunnen zijn dat het bedrag dat stond in die vastgoednotitie van de concerncontrole, daar stonden op enig moment enige bedragen en ging om vastgoed, dat die 1,3 miljoen, voorzitter, dat die kennelijk ook door de gemeenteraad van Stijn opgevoerd moeten worden als zijnde het afwaarderen van die panden. Goed, ik geef het woord terug aan wethouder Jans. Of zie ik dat verkeerd, of komt u daar straks mee? Dank u wel, voorzitter. De interruptie is even kort en kernachtig, en anders hebben we al een tweede termijn. Ik geef het woord terug aan wethouder Jans. Maar ik kreeg de heer Meijers net een brief onder ogen die uit dit huis komt, dus we maken daar geen geheim van. Waar het alleen om gaat, meneer Meijers, is dat het meest slechte weerscenario is wat we kunnen bedenken ten aanzien van de vastgoedportefeuille. En daar kun je op willen begroten, dat kan. Als de raad dat wil, dan kunnen we bepaalde bedragen opnemen. Maar mij lijkt het veel verstandiger, en dat is dan het voorstel wat ik toch doe, om die uitwerking af te wachten, zodat we meer gerichte informatie hebben en op basis daarvan onze begroting bedienen. En daar zaken in kunnen vastleggen die ook wat meer hout snijden dan nu het geval is. En we kunnen inderdaad het slechtst weerscenario gaan begroten, maar dat is niet het voorstel, of althans dat zou ik niet aanraden. Wacht toch even dat uitwerkingsplan af, zou mijn voorstel zijn. Dan vraag ik toch bij deze. De heer Meijers. Dan vraag ik toch bij deze, want nou wordt het wel heel erg mistig en voel ik me al helemaal niet meer op mijn gemak met dit soort informatie, als ik dat zie van de nabuurgemeente, dan verwacht ik van het college dat wij vertrouwelijk uiteraard ter inzage krijgen die vastgoednotitie. Want daarin zouden wel eens dingen kunnen staan die wij niet vermeld hebben gekregen als raad. En daar ben ik toch wel dan zeer ontevreden over. Geef het woord terug aan wethouder Jans. Ja, dat kan zijn, voorzitter. We hebben in elk geval geen geheim gemaakt van het feit dat er een vastgoedportefeuille is waar we iets mee moeten. We hebben ook geen geheim gemaakt van het feit dat er een Montesquieu-rapport ligt. Dat is het bewuste rapport, het vertrouwelijke rapport. En als daar inzage in gevraagd wordt, en dat vraagt u nu,
dan kan dat vertrouwelijk gegeven worden. Althans, ik wil het wel nog even in het GR-bestuur terugleggen. Wat mij betreft kan het, maar u snapt, ik zit in een ander samenwerkingsverband en daar vraag ik dat dan netjes. En dan ga ik ervan uit dat die vertrouwelijke inzage mogelijk wordt gemaakt. Dus dat is bij deze dan een afspraak. Maar ik, met alle respect, geen geheim van willen maken, is van tevoren bekendgemaakt en u had het al veel eerder kunnen vragen. Wat mij betreft had het dan misschien ook al eerder gekund. Ik ga door met toch even het plan B nog even. Misschien ben ik daar nog niet zo duidelijk in geweest, voorzitter. Ja, in afwachting van wat er vanavond uiteraard uit de bus gaat komen. Maar we zijn wat dat betreft intern ambtenaren en bestuur wel bezig om te kijken hoe we hier verder mee om moeten gaan. We hebben ons juridisch laten adviseren omtrent wat zijn nou de mogelijkheden wat betreft ontvlechting en het de deur gewezen krijgen. Nou, daar hebben we inderdaad informatie over ingewonnen. Dus we zijn niet leidzaam aan het toezien hoe een en ander gebeurt. We zitten op het vinkentouw. We doen ons best om alles wat er speelt zo goed mogelijk te analyseren en daar ook mee te komen. Er ligt al een begin van een plan B, zeg ik, maar ook even bij wijze van rapportage van onze concerncontroler. Dat biedt ook al wat duidelijkheid hoe verder te handelen. Maar we gaan dat zeker nog verder oppakken en uitwerken. En we komen daar op zeer korte termijn ook op terug. Maar nogmaals, ook afhankelijk van wat er vanavond hier en nu besloten wordt. Of misschien op een later tijdstip, als ik het standpunt van de heer Van de Avert en van de heer Meijers mag geloven of volgen. Ik ga nog heel kort in, voordat ik weet dat ik lang aan het woord ben, maar er is ook veel gezegd en gevraagd. Nog even in op het verhaal van de heer Domen. Duidelijk is inderdaad dat Stijn een duidelijke koers gevaren heeft in het hele proces. En duidelijk mag ook zijn, en de raadswerkgroep bewijst dat ook, of stelt dat eveneens, dat er van de andere kant nogal eens gewisseld is qua standpuntbepaling. Als we alleen kijken hoe met het Fixia-bedrijf omgesprongen is, waar het om begonnen is, dat nu in feite, om datzelfde woord maar te gebruiken, plan B terecht is gekomen. In elk geval in tijd gezien, dan zeg ik tezamen met dat en het feit dat we gewoon, en dat heeft de heer Meijers ook denk ik met zoveel woorden gesteld vanavond, nog steeds zaken heel erg onduidelijk zijn. Misschien wel niet juist weergegeven als we het rapport van de concerncontrole goed lezen. En dan ligt er dus op dit moment, kort samengevat, een bedrijfsplan op tafel en een business case en een DVO en gemeenschappelijke regeling die niet een solide basis bieden om hier vanavond aan de Raad voor te stellen om daarmee akkoord te gaan. Vandaar ook, voorzitter, dat wij het voorstel gedaan hebben om een no-go af te geven. En daar zou ik het in eerste termijn bij willen laten. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef ook nog even kort het woord aan wethouder Hendricks. Want er was ook nog een vraag over het groenbedrijf in relatie tot het voorliggende stuk. Het woord is aan wethouder Hendricks. Een beetje quizmaster zo, hè, met de microfoon in de hand. De heer Van de Avert vraagt, kijkt de wethouder er nog steeds zo tegenaan? Dat is eigenlijk een korte vraag. Ja, ik kan natuurlijk volstaan met het antwoord ja en we er weer gaan zitten. Maar dat lijkt me een beetje flauw natuurlijk. Want ik heb dezelfde vraag die u gesteld heeft, ik heb het al eerder gesteld. Die heb ik ook gesteld in de stuurgroep die we hebben ten aanzien van de samenwerking. En daar is ook van aangegeven dat de besluitvorming onafhankelijk nog zou kunnen plaatsvinden. Dus ik heb nooit gezegd dat er geen relatie is tussen de twee dossiers. Maar ik heb wel steeds aangegeven, of je nou, uiteindelijk klinkt een beetje raar, maar zaken doet met het participatiebedrijf of met Fixia. Want Fixia blijft nog voorlopig bestaan of na de transitie. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit voor de deelname aan de samenwerking voor de openbare ruimte, moet ik zeggen. Dat wordt ook bevestigd. Overigens gaat dat proces ook gewoon door. We hebben volgende week ook weer een stuurgroep, geloof ik, daarover, dat de bestuurders weer bij elkaar komen. Dus van het wapengekletter, zeg maar, in de recentelijke brief van Sittard Geleen, dat voel ik in ieder geval niet terug, zeg maar, in het overleg dat we hebben ten aanzien van de openbare ruimte. Dus dat is alleen maar positief, denk ik.
De heer Van der Averts. Ik wil toch wel heel even een korte reactie. Ja, ik kan me nog goed de commissievergadering herinneren waarin de wethouder zei dat hij die twee dingen toch echt wel los van elkaar wilde zien. Ik hoor nu al termen als zou kunnen. En ik, maar goed, laten we zeggen, we zullen het afwachten. Ik denk dat er meer relatie is, eerlijk gezegd, tussen beide onderwerpen. En dat als het echte wapengekletter gaat klinken, dat beide onderwerpen sneuvelen. Maar dat is weer een inschatting van mijn kant. Dank u wel, wethouder Hendricks. Ik kijk even rond wie behoefte heeft aan een tweede termijn. Dan doen we nu het rondje even vanuit de andere kant. Ik begin nu bij de heer Dome. Het woord is aan de heer Dome. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het woord bestuurskracht in de regio is gevallen, in het kader ook van de samenwerking. En er wordt ook gesproken over oorlogstaal. Ik zou ook graag toch de mening van het college willen weten, ook wat we in de krant lezen, over dat men delen van onze gemeente, dat men voorstelt om die te gaan toevoegen aan een andere gemeente, aan de centrumgemeente, om dan een betere financiële positie te krijgen. Is daar met u overleg over geweest? Of zijn dat roofridders die zomaar iets zeggen? Kortom, ik zou dat ook wel eens graag willen weten. Als het gaat over hoe ga je bestuurlijk met elkaar om? Het zijn inwoners van onze gemeente die daar wonen en die lezen dan in de krant dat een gemeente een claim legt op hun grondgebied. Zo ging dat vroeger inderdaad in die kastelen, maar toch niet meer in deze tijd, mijns inziens. Ja, oorlogstaal bezigen. Ja, wie gebruikt oorlogstaal? Wij zijn steeds netjes geweest. We hebben steeds onze duidelijke mening daar neergelegd. We hebben onze standpunten daar gedeeld. Ik heb dat ook steeds van de wethouder zo in die raadswerkgroep gehoord. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat het toch nog altijd moet kunnen dat je als een gemeenteraad kaders stelt, die ook vastlegt in startnotities, daaraan vasthoudt, die uitdraagt. En als er dan colleges daar op een andere manier mee omgaan, dan mag je daar toch zeggen, zo hoort het niet. Dat is toch ook een stukje bestuurskracht. En zeker democratische beïnvloeding vanuit raden. Zo staat dat toch in elk boekje over staatsinrichting en zoiets allemaal. Kortom, ik voel me eigenlijk toch wel een beetje belazerd, mochten dit soort voorstellen erdoor komen zonder dat die kaders hard gemaakt zijn. Kortom, ik reken eigenlijk ook nog een beetje op die gemeenteraden in Sittard, Geleen en in Beek, waar ook afgevaardigden van die werkgroep hebben gezeten, die met ons geconcludeerd hebben dat de kaders op alle punten niet bereikt worden, dat de financiële voorstellen die er liggen, dat daar niet bereikt wordt het beoogde effect dat we hadden, et cetera. Ik heb nog wat vertrouwen in de democratie dat ook die raadsleden toch dadelijk bij die colleges aan de bel gaan trekken. Ik ken de uitkomst nog niet. Men vergadert pas over een maand daarover. Dus nog genoeg tijd om daar eens gericht over na te denken, ook in die andere gemeenten. Niet dat ik daar het beste van hoop, maar ik vertrouw toch nog altijd op die democratische legitimatie. Voorzitter, misschien tegen beter weten in, maar goed. Voorzitter, want ja, er werden gewoon besluiten genomen zonder dat er businessplannen lagen, zonder dat er financiële onderbouwingen waren. Had men zich al op dit voorstel vastgelegd? Wat zit daar nou achter? Dat kun je ook gaan afvragen. Zit daar een strategie op een of andere manier achter? Worden wij als Stijn altijd met die zwarte piet opgezadeld, terwijl we toch onze mening zeggen, vasthouden aan de zaken die er staan, et cetera? Kortom, voorzitter, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen, ook in die gemeentes. Voorzitter, de wethouder zegt, ik verwacht nog dat we eruit komen in die samenwerking. We gaan er aan de tafel zitten, we gaan bekijken wat er van komt. Ik help hem hopen, maar wat mij betreft, ja, ik heb er niet zoveel geloof in. Nou, mocht het lukken, en er komt een goede samenwerking gang, en er worden ook die kaders die de raad hebben aangedragen, gezamenlijk overigens, niet alleen vanuit Stijn, die kunnen gehaald worden, ben ik altijd nog voor in om mee te gaan. Maar ik vind ook met andere raadsleden, dat we toch moeten denken ook aan een plan B. Stel dat dat niet gaat lukken. Stel dat men toch op de roofriddertour blijft, noem ik het maar even. Wat moeten we dan? Dan moeten we een plan B uitwerken, zoals we ook eerder gezegd hebben in deze raad. Er zijn andere mogelijkheden, ik ga ze niet opzommen nu. Dat hoef je niet alleen aan Stijn te doen, wegen die je dan kunt bewandelen. Maar we zullen daar toch aan moeten gaan sleutelen. Staat ook al iets over in het rapport van de controller. Staat al een eerste aanzet toe wat we daarmee kunnen. Kortom, ik verwacht ook van het college dat men spoedig daarover toch ook de zaken goed op de rij zet. En dat men van daaruit ook met voorstellen naar deze raad gaat komen. Voorzitter, en dan nog, ik heb ook nog een voorstel gedaan om eventueel dan een raadswerkgroep hier in Stijn in te stellen. Om dat goed te bewaken. Om daar ook weer duidelijke kaders te stellen. Wat we daar gaan doen, wat we willen. Dat is onze taak als gemeenteraad. En het college zit er dan voor de uitvoering daaraan te geven. Maar ik denk dat in beide gevallen dat toch een noodzaak is dat we zo'n raadswerkgroep hier in Stijn, specifiek op dit belangrijke doel, ook in het belang van onze SW-medewerkers en toekomstige arbeidszoekenden en arbeidsgehandicapten, om daarvoor op te komen, denk ik dat het in de huidige
toch wel, moet ik erkennen, penibele situatie goed is dat we daar goed over blijven denken en al onze energie erin stoppen, zoals we het ook verleden gedaan hebben in die raadswerkgroep regionaal, om daar op een goede manier uit te komen. Slechte plannen kunnen altijd bijgesteld worden, maar slechte plannen uitvoeren, dat moeten we niet doen. Dat is de mening van de DOS-fractie. Dank u wel, meneer Dome. Ik kijk naar mevrouw Eve, tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in plaats van het hebben over de toekomst van het participatiebedrijf, is het nu een discussie geworden tot of Steen wel of niet meedoet. De wethouder zegt dat er hobbels genomen zijn, dat het alleen niet door kosten gedreven is, maar ook de belangen van de eigen medewerkers en de SW-medewerkers. Dat er met veel zorg en aandacht het proces en goed onderbouwd tot een proces gekomen is. U zegt dat de snelheid 1 januari te snel is, de tijd te kort is, ICT is dan nog niet volledig ingericht en dat het alleen maar tot problemen leidt en geen oplossingen. Maar tegelijkertijd wilt u wel het transformatieproces van Fixia versnellen, terwijl juist hier de zorgvuldigheid nodig is, want het betreft hier wel kwetsbare mensen. Met niet meedoen is de optie om het transformatieproces mede gestalte te geven vanuit een participatiebedrijf geblokkeerd. Want de ombouw van Fixia naar een nieuwe organisatie kost tijd. En simpelweg omdat het gaat om mensen, om hun baan. Vaak al jarenlang een baan bij Fixia en bij de ombouw staat detacheren naar buitenplaats van medewerker centraal. En dat moet met veel zorgvuldigheid gebeuren. Het is niet zomaar een gebouw verkopen, een andere naam op een gevel hangen en vervolgens de medewerkers te werk stellen. Het is maatwerk en werkzekerheid voor de SW-medewerkers en de medewerkers van BV Fixia is voor de Partij van de Arbeid van essentieel belang. En dat geldt ook voor het vervreemden van onderdelen. Bindende afspraken over werkgarantie, een fatsoenlijk tarief en een goede leiding zijn essentieel en dat verdient gewoon een zorgvuldige aanpak. En daarvoor is terecht maximaal 3 jaar uitgetrokken. En ik zeg ook maximaal 3 jaar, omdat dat ook de toezegging is, het streven is wat in de gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst door de directeur van Fixia genoemd is. Wij willen dus voorlopig niet meedoen en in de tussentijd doen we niets. Terwijl de financiële resultaten terug te voeren zijn op erfenissen vanuit het verleden. En dat is ons al een aantal malen verteld. Want zonder deze extra lasten wijken de financiën en resultaten van Fixia niet significant af van andere SW-bedrijven. Want het ministerie stelt ook dat die bijdrage, die landelijke subsidie, een bijdrage is in de bedrijfsvoering en dus ook nooit kostendekkend is. Wij zullen dus ten alle tijden financieel bij moeten springen. En door nu in een versnelde vorm de transitie door te willen voeren, gaan er slachtoffers vallen. En de kans is aanwezig dat we dan nog nieuwe erfenissen aan ons tekort kunnen toevoegen. Voorzitter, bij een stand-alone situatie zal de gemeente Steyn zelf verantwoordelijk worden voor het vinden van beschutte werkplekken. En dit wordt mogelijk een moeilijke opgave met een concurrentie vanuit het participatiebedrijf. Latere aansluiting of een fusie. Dan vallen de medewerkers van ons, die voor ons overgaan, dan valt er voor hun minder te kiezen. Belangstellingsregistratie zal dan niet meer optimaal zijn. En de vraag is daarnaast ook of afspraken die vanaf 1 januari 2018 gelden, daarna ook nog intact blijven. Mogelijk blijven dan nog meer frictiekosten achter. En het begin, als wij van het begin af aan niet mee fuseren, komt dit financieel ten laste van 2 andere gemeentes. Bij latere deelname, zoals ik al eerder vroeg, zal naar alle verwachting alsnog de kosten, krijgen we die kosten voor onze kiezen. En mijn vraag was ook van, wordt er ook een bedrag gereserveerd om deze extra kosten dadelijk ook te financieren? Voorzitter, met nu niet meedoen, verspelen we onze inspraak. En willen we straks toch meedoen, stappen we op een rijdende trein waarvan de bestemming al bepaald is. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Kijk even naar de fractie CDA, de heer Boers, nog behoefte aan een tweede termijn. Kijk even naar mevrouw Driessen, nog behoefte aan een tweede termijn. De heer Koumans. Voorzitter, ik wil dus benadrukken dat wij een goede start hebben gemaakt. Goede voornemens hebben geuit in een aantal vergaderingen van zowel de stuurgroep als ook de raadswerkgroep.
Waarschijnlijk zijn een aantal mensen in deze raadzaal bekend met het feit dat dat ook eerder gemeld is hier. Een beetje juichstemming. Ik heb daar zelf aan meegedaan. Ik vind het bar en boos dat we de ingeslagen weg, zoals we die bij de start hebben gekozen, dat we die op een beetje, ik zeg het zoals ik het bedoel, achterbakse wijze hebben verlaten. Aan openheid heeft het de laatste maanden ontbroken. U hebt van nabij meegemaakt en gezien hoe we geworsteld hebben met onze eigen verslagen van de werkgroep. Die zijn dan vrijgegeven, daar moet ik niet meer over zeuren. Maar documenten die we op tafel hebben gehad, en er zullen er best een enkel bij zijn die om welke reden dan ook de vertrouwelijkheid opeisen. Het merendeel is gewoon gewisseld naar raden toe. En daar krijgen we vandaag een berichtje van, dat is vertrouwen. Ik vraag bij deze, via u, aan de wethouder, aan de GR te vragen om eens een lijstje op te stellen van zaken die nu vertrouwelijk zijn. Alle zaken die vertrouwelijk zijn, die wij niet kunnen en mogen hebben, laat die komen. We laten ons niet wegsturen. Mevrouw Dries heeft dat eerder heel helder en duidelijk gezegd. Nee, het kan gewoon niet. Wie heeft het in zijn bol gehaald om dat zo neer te zetten? Hadden de juristen vrij op die dag? Te gek voor woorden. Echt waar. Voorzitter, wij laten ook onze mensen niet in de steek. Het zielige verhaal wat mevrouw I. ophangt. Ja, ik meen het ook, zoals ik het zeg. Zo makkelijk gaat dat niet. De mensen houden hun rechten. Wij zijn voorzitter, verplicht. Ter interruptie. Wij zijn mevrouw verplicht. U vindt dat een zielig verhaal. Het is helemaal geen zielig verhaal. Het gaat hier wel om mensen. En dit verhaal, dat had u een paar jaar geleden, had u ook zo'n verhaal. De heer Koumans. Ik vind wat ik vind. De WSW'er heeft een redelijke rechtspositie. Gelukkig in de westelijke mijnstreek hebben die ook nog een iets beter loon dan in de rest van Nederland. Daar hebben een aantal mensen, ik ken er nog een paar hier rond de tafel, die hebben daarvoor gezorgd. Ik ben er zelf ook een beetje trots op. We houden de goede dingen vast. We zijn in 2003 begonnen om twee aparte bedrijven bij elkaar te zetten. Dat was het gevolg van een herindeling. Ja, ik wil dat woord eigenlijk niet in de mond nemen, maar het moet om iets te verduidelijken. En toen moest Millerpoort en Wegom, die zouden samen moeten. Voor die tijd ging het tussen Gleen, Schinnen, Beek en Stijn prima. Als wij eens een keer een tekort hadden van 300.000 euro, dan rinkelden alle bellen in de westelijke mijnstreek. Sittard, Gleen, de centrumgemeente, heeft van 2003 de scepter gezwaaid, in de hoofdzaak de scepter gezwaaid over het huidige WSW-bedrijf. Het is een turn-around plan geweest. Meneer Uilenbroek heeft daar 3 jaar hard gewerkt. Hij propageert dat nog steeds op zijn site. Het turn-around plan, vanavond nog eens een keer gehoord, heeft geen enkel resultaat gehad. Wij laten het niet aan Sittard, Gleen en Beek alleen over. Als het steeds belang ligt, wij blijven meedoen omdat we dat willen en omdat Sittard en Gleen bewezen heeft dat ze dat niet alleen kunnen. We hebben de vrees niet, zoals mevrouw Idi uitspreekt. Dank u wel. Dank u wel. Kijk naar de heer Van der Avert. Voorzitter, ik wil daar toch nog even wat van zeggen. Als ik terugkijk op de discussies in de afgelopen periode en de discussie die we vanavond hier in deze raad hebben gevoerd, dan blijft mij het beeld hangen dat het vooral zit in de sfeer van persoonlijke inschattingen van wat in de komende periode wel zou kunnen en niet zou kunnen, wat wel haalbaar zou kunnen zijn, wat niet haalbaar zou kunnen zijn en wat we mogen verwachten. Voorzitter, daar kom je niet uit op zo'n moment. Dat is voor mij in ieder geval heel duidelijk. De vraag waarmee ik blijf zitten is van, hebben wij nou alles gedaan wat er in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat wij met onze collega's in de westelijke mijnstreek verder kunnen?
dat wij verder zouden kunnen. En die overtuiging heb ik niet. En het is vanuit die twijfel die daar is, dat ik nogmaals een beroep doe op het college om meer tijd te nemen, om zo snel mogelijk met elkaar in overleg te treden en te zorgen dat we met elkaar on speaking terms komen en verder kunnen. Laten we daarvoor even de tijd nemen om dat te gaan doen. En laten we niet nu besluiten, want dat zal alleen maar zaken op scherp zetten. Daar blijf ik bij, voorzitter. Dank u wel. Dit is een oproep die u doet aan uw collega raadsleden, begrijp ik. Ja. De heer Broersma. Ja, voorzitter. In mijn betoog heb ik ons definitief standpunt laten afhangen voor de vragen die ik gesteld heb aan de wethouder. Ik heb eigenlijk daar geen goede antwoorden op gehad. Misschien heeft hij ze niet goed gehoord. Ik had bijvoorbeeld gevraagd, wat gaan we doen? Kan bijvoorbeeld de andere gemeente ons tegenhouden als we al later nog gaan instappen in het participatiebedrijf? En voorzitter, ik begrijp de keus van het college. Maar van de andere kant, ik ben gewend om een afweging te maken in wat kan en wat niet kan. En aan de andere kant, het plan B, wat zijn de consequenties als we een no-go pakken, die zijn mij nog niet helemaal duidelijk. Ik heb er nog mijn grote twijfels over, voorzitter. Dus ik zou de wethouder nog een keer willen vragen. Wethouder, nou leg me eens goed uit, wat gaan nou de consequenties worden op het moment dat we vandaag een no-go besluit gaan nemen? En u heeft zelf al aangegeven, maandag is voor overleg en ik weet niet wat allemaal weer. Is het dan ook misschien niet verstandig om te zeggen, oké, laten we eens even keer alles terugpakken en de zaak nog eens goed bekijken en eventueel over een week of twee of drie met een nieuw voorstel komen. Ik ben echt wat dat betreft nog in twijfel, dus ik laat het nog even over aan de wethouder, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Meijers. Dank u wel, voorzitter. Laat ik er geen misverstand over ontstaan dat ik begonnen ben met te zeggen dat ik het standpunt van het college ten dele kan onderschrijven, omdat er geweldige onzekerheid is, enerzijds, en grote onduidelijkheid. Maar dat was een aantal maanden geleden, toen wij al die eerste beslissing namen van eerst dat bedrijfsplan, hadden wij ook al dat gevoel. En toen was ook al redelijk duidelijk dat als dat niet goed zou zijn, of niet aan de maat zou zijn, dat wij dan niet mee zouden doen. Wat mij dan verbaast is, het verbaast me niet dat men niet meedoet. Als men A niet kiest, kan ik dat begrijpen. Maar had ik graag wel een gedegen onderbouwing gehad van plan B, althans in hoofdlijnen, van wij kunnen het zelf zeker zo goed. Wat bedoel ik daarmee? Het gaat om een doelgroep in de regio, en ik kom dadelijk op de cijfer van Stijn, van om en nabij de 5000 mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mevrouw I, daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. Daar maken wij ons ook grote zorgen over. Nog minder voor de Vixia-medewerkers, want voor hun is in elk geval het arbeidscontract tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd en de beloning gegarandeerd. Los van hoe het heet, daar moeten wij als gemeente voor onze mensen voor opkomen, zolang als zij nog in leven zijn en niet gepensioneerd zijn. Dus dat is op zichzelf de zorg niet. Maar de kunst is om te voorkomen dat we dus nog steeds hogere tekorten krijgen. Ik heb gezegd, het tekort van Vixia, en dat was ook een van mijn doelen om daar iets concreets aan te gaan doen, is opgelopen naar 1,2 miljoen. En loopt op als we niks doen naar minimaal voor de gemeente Stijn 1,5. Dat betekent dat elk huishouden 150 euro moet dokken om de exploitatie van Vixia te betalen. En dat is veel geld. Daar kunnen ze ook andere dingen voor kopen. Zeker mensen die op het minimum bestaansrecht zitten.
Nou neem ik het op de schaal van de regio. 5000 mensen. 800 mensen die aangewezen zijn op de werkvoorziening, de sociale werkplaats. Gemiddeld 25.000 euro subsidie van het Rijk gaat erin. Ik kom op mijn 4.000 mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 15.000, 16.000 euro per medewerker. Ik kom op de uitvoeringsdiensten die dat project moeten managen. Dat iedereen zijn centen krijgt en dat het geregeld wordt. Ongeveer 15 tot 20 miljoen. Als ik die pot bij elkaar tel, dan heb ik het over een bedrag van, schrik niet, ongeveer 100 miljoen in deze regio. Voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Als wij niet in staat zijn, als deelnemende gemeente in een gemeenschappelijke regeling met een doelstelling om het beter, efficiënter, doelmatiger te doen. En we zijn niet in staat om 5% van die 90 miljoen, ik rond het nog maar even naar beneden af, dat is 4,5 miljoen per jaar, kunnen besparen. En als dat ons zou lukken en als men me die garantie gaf, zou ik vanavond al meteen ja zeggen. Want dan weet ik dat onze inwoners, we hebben er 135.000 in onze regio, die worden daar 300 euro en meer beter van per jaar. Moet je zich eens voorstellen wat een verschil is. 5% efficiëntiekorting. Elk bedrijf dat samenvoegt met een ander, stellen zich doelen. Vaak vele hogere. En voor mij is nog niet eens zichtbaar of die 5% gehaald worden. En als de wethouder mij zou kunnen garanderen dat wanneer we zelf blijven verantwoordelijk voor onze 290 of 300 mensen die in de bijstand zitten en voor onze 120 WSW-medewerkers, dat wij het zeker zo goed doen door bijvoorbeeld inderdaad de uitkooppremie te betalen. Schinnen heb ik gevraagd, wat is de prijs? Want dan weet ik ook, we zijn driemaal zo groot als Schinnen met ons aandeel. Dan weet ik als Schinnen 1,5 miljoen moet betalen, dat wij iets van 5 miljoen of 4,5 miljoen op tafel moeten leggen. Vragen die ik gesteld heb, waar ik nog steeds geen antwoord op heb. En dat maakt mij onzeker, omdat ik geen plan B heb. Als de wethouder mij kan overtuigen dat het plan B beter is, voorzitter, en dat wij daarin slagen om het efficiënter en doelmatiger te doen, dan vind ik het prima. Ik zal het nog sterker vertellen. Ter interruptie. Ik zal het nog iets sterker vertellen. Ter interruptie. Meneer Meijers, bent u het wel ermee eens dat we voornamelijk moeten kijken ook naar doelmatigheid? Dat de mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, ja, de SW'ers, maar ook de mensen in de kaartenbakken, dat die op een fatsoenlijke manier geplaatst worden. Natuurlijk. Dat is de essentie. En dan moeten we niet alleen maar naar het geld kijken. Dat die 5% kunnen inregelen. Maar voornamelijk die plaatsing van die mensen. Het plaatsen van mensen, voorzitter, Domen, even bij een bedrijfsleven. Ja, mij eerst meneer Domen nog per interruptie. Oh. Meneer Domen. Ja, voorzitter, daar ben ik mijn verhaal mee begonnen. We zijn daar in Den Bosch geweest, waar op een goede integrale manier was samengewerkt. Waar die werkzoekenden uiteindelijk veel sneller aan werk kwamen. Waar die WSW-medewerkers duidelijk naar buiten geplaatst werden bij regionale bedrijven. Daar zag je de goede voorbeelden. Die kaders hebben we overgenomen. Ik geef het woord terug aan de heer Meijers. Wat ik ermee beoog te zeggen is dat als wij daartoe in staat zijn, dan mag zelfs een uittredenprijs van 5 miljoen, lig ik niet wakker van. Dat geld hebben we op de bank staan. Dat kost ons een aantal procenten rente en dan zijn we die 5 miljoen in één keer kwijt. Maar als we daarmee met het economisch plan, want dat ga ik nu vertellen. We hebben het lokaal economisch beleidsplan vastgesteld, ja, mevrouw Wingelaar. Meneer Meijers, u moet wel langzamerhand nog naar afgelopen. En u heeft in dat lokaal economisch bedrijfsplan staan dat wij in staat zouden zijn om 150 mensen die nu nog in de uitkeringen zitten te plaatsen in ons lokale bedrijfsleven. Dan kom ik al aardig in de buurt, voorzitter, van een plan B. Dan moet je wel die doelstelling halen.
En daarvoor heb ik ook gezegd, het is ons te mager op dit ogenblik om nog ja te zeggen. Want ik heb geen alternatief. Daarom ben ik ook voorstander met de heer Van der Avert en ook de heer Broersma die zit te twijfelen. Van laten we nou niet vanavond de deur helemaal dichtklappen. Laten we nou eerst de komende maand gebruiken om de hoofdlijnen van zo'n plan B in kaart te brengen. En dan een beslissing te nemen waar we veel meer zekerheden op hebben. En dat is wat ik wil betogen. En daar roep ik de raad voor op. Het hoeft toch niet vandaag beslist te worden. Punt die anderen gemak, beslissen meneer. Ook pas in november. Ja. Punt is gemaakt, meneer Meijers. Ik denk dat uw oproep aan de overige raadsleden helder is. Ik geef het woord in tweede termijn aan de heer Domen. Oh, u was begonnen. Ja, ja sorry. Ja. En geef ik woord aan de wethouder in tweede termijn. En dan moet u even zelf afstemmen of u wel of niet opteert voor het doorschuiven naar de volgende vergadering. Ik zit een tijdje te wachten op groen licht van u. Oh, maar ik heb een korte kernachtige vraag, begrijp ik dan. Dat is interruptie. Want geen tweede termijn meer, die heb je gehad. We zijn met interruptie bezig dus. Voorzitter, gehoord hebben we ook het betoog weer van de heer Meijers, zeg ik met de heer Domen samen. Op dit moment laten we twee dingen doen. Het overleg, de raadswerkgroep regionaal voortzetten, constructief, positief, zoals we dat gedaan hebben. Laat het GR-bestuur zijn werk blijven doen en de stuurgroep daarin met Stijn vertegenwoordigt ook. En laten we inderdaad ook eens kijken naar het initiatief wat Domen aanreikte om met de ideeën ook van de heer Meijers te kijken een lokale raadswerkgroep. Als we dat vanavond ook zouden kunnen neerzetten, dan ben ik redelijk tevreden. Slaap ik heel goed vandaag. Goed, dank u wel. Geef het woord aan Wethouder Jansen. Ja, dank u wel, voorzitter. Met de heer Domen te beginnen, instellen van een raadswerkgroep. Ja, gaat de raad over, vind ik prima, geen probleem. En krijgen we van deze kant uit ook de nodige steun en rugdekking waar het gaat om het vervolgproces. Misschien, ik weet niet hoe ik het precies gezegd heb in eerste termijn over de uitkomst van de handreiking die we gedaan hebben en die ook in het voorstel verwoord is, richting de gemeenten Sittard, Gleen en Beek. Wij blijven voor samenwerking gaan en we proberen ook meer duidelijkheid en zorgvuldigheid op korte termijn te creëren rondom financiële en personele consequenties. En ik begrijp de opmerking van mevrouw Iwa, ze zegt van ja, hoe kan het nou? Aan de ene kant vragen we een hoger ambitieniveau en sneller bij Vixia, terwijl we vinden aan de voorkant dat er te snel geacteerd is vanuit Sittard, Gleen en Beek om al ja te zeggen tegen wat nu voor ligt. Termijn van 3 jaar mag een maximale termijn zijn, maar we hebben ook van de directeur van Vixia vernomen, de vorige en de huidige, dat met de nodige zorgvuldigheid er wel sneller gehandeld kan worden. En de kwartiermaker heeft dat in principe ook al bevestigd. Dus ik denk dat dat best wel een aanknopingspunt is om het te hebben over samenwerking en verder op de weg doorgaan, die ook Sittard, Gleen en Beek mag en kan aanspreken. Ik heb de heer Meijers een vrij vurig betoog horen houden over wat we regionaal niet allemaal te verhapstukken hebben. Ik wil het even in de Stijnse proporties, tot Stijnse proporties terugbrengen. We hebben geen 300, maar 400 mensen in de bijstand. De WBB'ers, dat is het aantal. En we hebben inderdaad ons ook voorgenomen, daar zijn we dit jaar al goed mee op weg, om ons bepaalde verplichtingen op te leggen als het gaat om de uitstroom. En ik hoop dat ik u aan het eind van het jaar kan berichten dat we in elk geval voor dit jaar al de 50 uitstromers naar regulier werk, heb ik het dan over, gescoord hebben. We zitten in elk geval rond de 40 of iets daarboven, dus het gaat de goede kant op. Dan hebben we 160 SW-medewerkers waar u zich minder zorgen over heeft omdat die een bepaalde rechtspositie hebben. Dat is inderdaad ook al gezegd, maar ook daar gelden, geef ik mevrouw I toch wel gelijk.
Of wil ik haar graag volgen dat we ook daar de nodige aandacht voor al gehad hebben, maar ook moeten blijven houden. Dus het is niet zo dat we alleen maar over het financiële spoor proberen tot oplossingen te komen, maar ook mensgericht kijken naar wat de doelgroep nodig heeft. Daar is een competentie voor, daar is de screening voor en daar zijn we nu op bezig om te kijken om die loonwaarde, maar ook die competentie te bepalen en passend werk te vinden. En dat wordt voor een deel, staat ook in de stukken, misschien wel ergens beschut blijven werken en voor anderen die meer capaciteit en competenties hebben op die reguliere markten te werk gesteld worden. En dan is het de verwachting dat we 2/3 naar buiten kunnen plaatsen naar regulier werk toe en dat 1/3 inderdaad die doelgroep, die kwetsbare doelgroep is die intern beschut werk moet blijven houden. Nieuw beschut is een keer voorbij gekomen in de tweede termijn. Ik wil daarvan in elk geval gemeld hebben dat dat een heel beperkt groep is. Dus ik geloof iets van 4 of 5 personen op jaarbasis, dus dat is redelijk te behappen, zou ik bijna zeggen. Dat is niet, geen fors aantal. En die 5000 waar de heer Meijers het over had, ja, daar zal inderdaad de regio zich ook van alle kanten, zoals wij dat in Stijn doen, voor moeten inspannen om voor elkaar te krijgen dat die mensen niet tussen de wal en het schip terechtkomen. Er is voldoende vraag, we hebben de economische wind mee. Mensen moeten hier en daar op leerwerktrajecten. Daar zijn we mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En die mensen inderdaad geschikt te krijgen voor regulier werk. We zijn met de lokale ondernemers bezig, meneer Meijers. Mag je gerust weten. Netlin is daar een voorbeeld van. Binnenkort kunnen we wellicht iets melden over resultaten die we daar gehaald hebben. Dus deze wethouder zit niet stil. Het college zit niet stil. Het ambtelijk apparaat zit niet stil. Die zijn volop bezig om zowel richting arbeidsmarkt het nodige voor elkaar te krijgen. Ook hier lokaal. En wat betreft plan B, ik blijf het toch herhalen, zijn we toch even afhankelijk van wat er hier vanavond besloten is. We zijn er al mee bezig overigens om de gedachte erover te laten gaan. En ik verwijs aan dat is niet op persoonlijke titel, er is toch een belangrijk document bij de stukken gevoegd. Onze concerncontrole is niet zomaar iemand, die heeft heel intensief en zorgvuldig naar de stukken gekeken. En als je de conclusies in dat rapport leest, ja, dan snapt u waarschijnlijk of met zekerheid waarom we het voorstel hebben voorgelegd zoals het vanavond voor ligt. Uitstel, ik weet niet wat we nog in 2 weken of 4 weken termijn verwachten. Daar zit in elk geval een handreiking richting Sittard, Gleen en Beek om voor te gaan op het bespreken van de problematiek en het samen tot een oplossing komen, maar dan wel op basis van zorgvuldigheid, goed onderbouwde plannen, financiële en personele consequenties goed in beeld. En dan komen we daar gezamenlijk uit en daar gaan we voor, voorzitter. De heer Meijers. Ja, net omdat hij in die fase zit, voorzitter, naar de wethouder toe van overleg proberen de scherpe randjes, laat ik het dan maar zo zeggen, en vizier van het geweer er vanaf te krijgen, zou het een slechte zaak zijn als we vanavond die beslissing nemen. Ik zou dan ook willen voorstellen, omdat die andere appers in november dat doen, om analoog aan het voorstel van de heer Van der Aver vandaag te zeggen van laten we even een moment pauze nemen en laten we dat overleg afwachten. Misschien levert het niks op, misschien kan het ook weer een doorbraak betekenen in de impasse die er ontstaan is. En dat maakt het toch in elk geval wat helderder dan om tot besluitvorming te komen. De heer Dome. Ja, voorzitter, ik wil toch even aanhalen wat ook in eerste instantie gezegd is. Het besluit dat voorligt dat Sittard en Geleen en Beek willen, is dat 1 januari die sociale dienst overgaat. Hoe ziet u dat dan? Dat willen ze. Je kunt toch op het moment dat de wethouder gaat overleggen. En ik snap best dat hij niet kan overleggen met de OR-advisering zoals wij ze hebben liggen, dat die sociale diensten, want dat kun je op 2 maanden niet geregeld krijgen. Dat snapt iedereen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen nadenken over de vraag van, kunnen wij ons toch vinden in een gemeenschappelijk participatiebedrijf? En dan wordt het misschien wat het betreft de integratie van de sociale diensten, want hij weet al zelf dat die integratie van dat participatiebedrijf per 1 januari 2018 er ook niet is. Nou, daar kun je dan je mening over zeggen. En dat je misschien zegt van, dan stappen wij onder die en die condities wel in per 1 januari 2019. Zal ik nog een vinger bij de heer Komans? De heer Komans.
Ja, voorzitter. De heer Meijer zegt, iedereen snapt dat het 1 januari dat het kort dag is wat betreft het samenbrengen van die afdeling werk en inkomens en sociale zaken. De heer Meijer zal toch ook begrepen hebben dat Sittard, Geleen en Beek dat niet snappen, want er is zo vaak op ingepraat. En u hebt zelf de brief gelezen. Ja, die spreekt duidelijke taal, denk ik. De heer Meijers. Voorzitter, naar de heer Kamons toe. Dat was al, dat die samen gingen, dat was al maanden geleden. In het begin van het jaar was dat al bekend. Dat die twee sociale diensten in elk geval samen gingen. Wij hebben daar nog een, heeft de wethouder terecht gezegd, van een voorbehoud op gemaakt. En dat is toch een schande als je in overleg gaat met je partners die toch niet, ja, meest vriendelijk zijn geweest de afgelopen weken. En je gaat dan toch weer proberen dat je dan op zijn minst toch op zou kunnen zeggen van, nou, het lukt niet, dat krijgen we gewoon niet geregeld. Dat snappen die ook. Daar ben ik van overtuigd. Maar als je dan zegt van, als er een fatsoenlijke onderbouwing ligt van de effecten wat dat participatiebedrijf betekent voor de tewerkstelling van die mensen en de financiële aspect, als dat beter onderbouwd wordt, dat zou een voorwaarde kunnen zijn. En dan kun je nog, als het dan niet lukt de volgende maand, kun je nog zeggen, dan gaan we een plan B uitvoeren. Want dan ja, houdt het op. De heer Koumans. Nog een keer, het is vanuit verschillende hoeken geen 5, maar 25 keer gevraagd. Telkenmalen heeft mijn vrouw Verblak dat met enkele woorden afgedaan. 1 januari is 1 januari en daar gaan we voor. Het andere is niet bespreekbaar. Ik ben niet mevrouw Verblak, maar ik probeer te vertalen hoe zij het gebracht heeft. Ik geef nog even het woord aan de DOS-fractie en dan ga ik terug naar de wethouder. Ja, voorzitter. Ook ten aanzien van de partijen die vragen voor een stukje uitstel of tijd, laat ik het dan maar zo noemen. Kijk, we hebben natuurlijk in deze raad een stevige discussie gevoerd. Volgens mij ontkent er niemand dat uiteindelijk hier sprake is van een zeer rammelend dossier, een rammelend verhaal, wat uiteindelijk deze raad ook aangegrepen heeft om ferme standpunten in te nemen. En ik denk dat voor degene die vragen of pleiten voor een stukje uitstel, ja, niet de illusie moeten hebben dat er over 14 dagen een duidelijk verhaal ligt. Dus mijn vraag is van waar moet je dan ja of nee tegen zeggen? Want de kaders waarop wij een besluit hebben genomen, die blijven precies hetzelfde. Ja, nog even kort, maar ik ga echt terug naar de wethouder. Zijn we met 4 termijnen bezig. De heer De Vries. Dus, de heer Meijer heeft ook aangegeven, we kunnen dat gewoon begrijpen, want dat het dossier wat er ligt eigenlijk niet voldoende is. Maar kennen we de risico's, gevolgen, consequenties van een besluit om niet mee te gaan? Kennen we die voldoende? Daar heeft de heer Meijers vragen over gesteld in de eerste en tweede termijn, maar we hebben er niet concreet antwoord op gekregen. Maar kennen we die gevolgen? Die moeten we toch ook weten als we een besluit willen nemen? Geef het woord. Voorzitter. Volgens mij kun je er alleen, voorzitter, op het moment dat je dus die kaders en die uitgangspunten goed en helder en scherp hebt, dan kun je ook de risico's afwegen. Ja, nog even, meneer Boers, dan ga ik echt terug naar de wethouder, want we hebben dadelijk 4 termijnen. Ja, Boers. Heel kort, voorzitter. Ik denk dat de financiële consequenties, als we wel met die stuk akkoord gaan, helemaal niet kennen. Dus ik denk dat je die afweging ook moet maken. En daar hebben we het vanavond over. Goed, ik geef het woord nog even kort terug aan wethouder Jansen en dan met de nadruk op kort, voorzitter. Ja. Ja, goed, want we zitten dadelijk nou, al op 6 termijnen. Ik wil in elk geval hier uitgesproken hebben dat naar mijn stellige verwachting, zelfs overtuiging, op 1 januari 2018 die knop omgaat. Dus we hebben dat zo vaak geprobeerd in diverse sessies om dat omgebogen te krijgen, om daar veranderingen te brengen. Dat gaat niet gebeuren. Ben het met sprekers eens die stellen, dan hebben wij misschien 1-2 weken, een maand de tijd, maar dan veranderen de kaders niet. Dan wordt het echt niet duidelijker op. Dan blijft hetzelfde verhaal met de onduidelijkheden en onzekerheden als het om plan A gaat, die blijft bestaan. Of we moeten 1 jaar, 2 jaar tijdwinst kunnen boeken, maar dat voorzie ik niet. Sterker nog, 1 januari 2018 is zaligmakend bijna voor Beek en Sittard Geleen. Ik geef daarbij ook aan dat we in het collegevoorstel richting raad duidelijk hebben gemaakt. En ik denk dat we de zaak daarmee niet op scherp zetten, maar gewoon openbreken of open blijven houden. En in die houding zit ik ook gewoon om via een plan van aanpak die duidelijkheid gaandeweg met elkaar te creëren. Ik maak niet ongedaan dat Beek en Sittard Geleen en niemand, denk ik, hier aan deze tafel per 1 januari dat participatiebedrijf de wereld in helpt.
koste wat het kost, zeg ik even. En ik denk dat Stijn, en dat is het voorstel dat voor ligt, er goed aan doet om het gesprek te blijven aangaan. En te proberen om alsnog met een goed voorstel te komen richting raad. En tot slot, voorzitter, over het plan B gesproken. Ik denk dat het heel helder is. We blijven als deelnemer binnen Fixia GR gewoon een speler in het veld. De waarborgen naar het personeel Fixia die zijn ook gegarandeerd. En wat betreft onze eigen mensen hier bij de sociale dienst, dan sluit ik af, die doen hun werk goed, die scoren. Dat gaat naar believen en naar behoren. Dus daar hoeven we het niet voor te doen. En daar zou ik mee willen afsluiten, voorzitter. Dank u wel. Ja. De heer Van der Aven, nog heel even kort. Voorzitter, ik wil er toch even op reageren, want er is hier gesproken over uitstel. Kijk, laat ik duidelijk zijn. Uitstel zonder dat je iets doet, dat heeft geen enkele zin. Want dan ben je over een aantal weken jezelf weer terug en dan sta je nog precies even ver. Daar gaat het gewoon niet om. Waar het mij om gaat, en de reden waarom ik zeg, hou dit besluit aan, neem dat besluit niet nu, zet zaken niet nodeloos op scherp, gaat erom dat je gewoon even kijkt naar die bestuurlijke context en dat je met elkaar een weg zoekt om op een normale wijze met elkaar dit thema te bespreken en te doen. En niet met het wapengekletter zoals het er op het ogenblik ligt, maar op een normale wijze en daar te zoeken naar consensus met elkaar, zodat je verder kunt. Daar gaat het om. Dat is voor mij de essentie van dit hele verhaal. En dat doet, voorzitter, dit besluit... Mag ik nog even terug aan de wethouder? En daar doet dit besluit, als vanavond aangenomen wordt, geen afbreuk aan. Dus wat dat betreft blijven we gewoon in gesprek met elkaar. Tot zover, voorzitter. Voorzitter, zolang we zo star in dit soort opvattingen blijven hangen, komen we inderdaad niet verder. Goed, ik denk wel dat in voldoende mate in ieder geval tijd en ruimte is geboden om meningen te wisselen aan beide kanten. Ik hoef in ieder geval even, zeg ik nog niet, geen brede steun voor een stukje uitstel. Tenminste, als ik even rondkijk, vraag het gewoon even expliciet. De heer Boers, uitstel. Mevrouw I, wel. DOS-fractie, niet. CMB-fractie. VVD. Alblieft. Aanhouden. En dan moet ik even gaan tellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nee, dan zijn er meer mensen voor het in stemming brengen dan voor het aanhouden. Dus dat betekent in ieder geval dat dit stuk dadelijk naar de besluitvormende raadsvergadering toe gaat. Goed, dus daarmee dit agendapunt in ieder geval denk ik voldoende aan de orde geweest. Wil u even een korte pauze? Misschien. Ja? Ja, ik zie een paar mensen een beetje wiebelen. Dus 10 minuutjes. En dan komen we terug. Kunt u even de benen strekken, even naar het toilet voor wie dat wil. Zo. We hebben genoeg kans gehad, hè? Ja, absoluut.
Dames en heren, ik verzoek u weer plaats te nemen. Geopende vergadering gaan verder met agenda punt 6, het raadsvoorstel implementatiestrategie omgevingswet. Ik kijk even wie er over het woord zou willen voeren. De linkerkant niemand. Aan de rechterkant alleen de heer Broosma. Ik geef het woord aan de heer Broosma. Oh, sorry. En de DOS-fractie. Ik begin bij de heer Broosma. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, de invoering van de omgevingswet heeft nogal wat consequenties. Zeker voor ons als gemeente. En zo komen de huidige bestemmingsplannen bijvoorbeeld te vervallen. In plaats daarvan wordt er één omgevingsplan voor de gehele gemeente vastgesteld, waarin alle regels over de leefomgeving gebundeld staan. En de gedetailleerde perceelbeschrijving die nu nog in de bestemmingsplannen staat, wordt vervangen door een flexibele beschrijving van het gebied vanuit een doelgerichte benadering. Voorzitter, om de invoering van de omgevingswet voor Stijn daarom zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we ons als VVD-fractie bij elkaar gezet en een aantal aanbevelingen op papier gezet die ik graag hier wil voorlezen. Voorzitter, breng zo snel mogelijk in kaart welke gemeentelijke verordeningen en regels in aanmerking komen voor opname in het omgevingsplan. Veel verordeningen hebben te maken met de leefomgeving en moeten dus deels geïntegreerd worden in het omgevingsplan. En hoe meer verordeningen en regels hierin terugkomen, hoe minder regels inwoners van onze gemeente te maken krijgen. En dit maakt bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen gemakkelijker en hiermee het wonen en werken in onze gemeente. Een andere aanbeveling is, voorzitter, zorg dat het omgevingsplan tijdig de geldende bestemmingsplannen kunnen vervangen en focus dus op het opstellen van dit omgevingsplan in plaats van het opstellen van bestemmingsplannen. Ga ook met alle relevante stakeholders zoals bewoners, ondernemers, gebiedsorganisaties, scholen, verenigingen en dergelijke in gesprek over welke zaken zij in het omgevingsplan terug willen zien. Omdat hier per gebied verschillen kunnen ontstaan, dienen ook onze inwoners actief betrokken te worden. Ze zijn immers de oren en ogen in onze gebieden. Voorzitter, een andere aanbeveling: ga bij het maken van het omgevingsplan uit van het doen van meldingen in plaats van het aanvragen van vergunningen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitbreiding van een terras, het verrichten van diverse verbouwingen en woningen en, zoals nu reeds gedeeltelijk het geval is, het kappen van bomen. En maak ook inzichtelijk op welke wijze het nieuwe omgevingsplan invloed heeft op het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen. En zorg dat de aanvragen en meldingen steeds bij één loket gedaan kunnen worden in plaats van een versnippering over meerdere gemeentelijke loketten. Voorzitter, onze conclusie. Het is een goede zaak dat de omgevingswet wordt ingevoerd, want dit versoepelt de mogelijkheid voor bewoners en ondernemers om een vergunning aan te vragen. We hebben getracht, middels de door ons juist aangedane aanbevelingen, er in ieder geval ervoor te zorgen dat de invoering van de omgevingswet in Stijn zo soepel en efficiënt mogelijk kan en gaat verlopen. Als VVD-fractie hopen wij dat het college van BMW en de gemeenteraad de aanbevelingen kunnen onderschrijven en dat er gezamenlijk gewerkt gaat worden om de invoering van de omgevingswet zo goed mogelijk te laten verlopen. Want het zal nog een hele klus zijn. We horen in ieder geval graag de reactie van de portefeuillehouder op onze aanbevelingen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Broosma. Ik geef het woord aan de heer Klaassen, fractie DOS. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt ons als gemeenteraad gevraagd om vanavond een besluit te nemen over de implementatiestrategie met betrekking tot de nieuwe omgevingswet. En laat ons vooropstellen dat ook de DOS-fractie onderkent dat de implementatie van deze nieuwe wet nogal een impact heeft en zal hebben op onze gemeente. En ik zeg met nadruk onze, ook de DOS-fractie, want ik hoor het net de VVD, maar in het voortraject ook al heel wat andere fracties zeggen dat we ons dat met z'n allen, denk ik, goed realiseren. Burgers, bedrijven, gemeenten, we krijgen daar gewoon allemaal mee te maken. En het is dan ook goed
dat de gemeente heel nadrukkelijk stelt, ook in het stuk dat nu voor ligt en zelfs nu de wetgever aangeeft dat de implementatietermijn met 2 jaar verlengd wordt, dat we niet achterover moeten gaan leunen. En ik denk dat dat heel verstandig is. Dus prima dat er nu een strategie komt om alles op een goede manier in te passen. Ook al is nog, laten we daar ook duidelijk over zijn, nog een heleboel onduidelijk over die wet. En de VVD doet daar overal, ik hoorde dat net, een aantal concrete aanbevelingen. Ja, die zijn denk ik op zijn minst het overwegen waard om die in het hele verhaal mee te nemen en te overwegen om dat als zodanig te gaan doen. We zijn het eens met het college dat die voortvarendheid op dat hele verhaal nodig is en dat we niet achterover gaan zitten, voorzitter. En eigenlijk is het ook zo dat als we het traject tot nu toe bekijken, dat we kunnen stellen dat dat eigenlijk best wel hier in deze gemeente naar tevredenheid verloopt. We hebben als raad en commissie al een 2-tal sessies gehad waarbij we uitleg gekregen hebben en input konden leveren. En het voorliggende voorstel dat er nu ligt, borduurt daar feitelijk gewoon op voort. Voorzitter, wij zien in ieder geval met belangstelling uit naar de vervolgstappen en uiteraard steunen we het voorstel. Dank u wel. Ik geef nu het woord aan wethouder Hendricks. Dank u wel, voorzitter. Ik denk, ik ga toch maar even hier staan. Bedankt in ieder geval voor de opmerkingen die gemaakt zijn ten aanzien van dit plan wat voorligt, dit voorstel wat voorligt. Ik ben ook blij met de aanbevelingen die nog even gespecificeerd werden door de VVD-fractie. Ik kan in ieder geval daarvan aangeven dat ze in grote lijn ook overgenomen zijn in het plan van aanpak. Staan er eigenlijk al in. En daar waar dat nadere uitwerking nodig heeft, zullen we dat in de loop van het traject gewoon meenemen. Dus bedankt in ieder geval voor de extra aandacht voor die aanvullende aanbevelingen wat dat betreft. Dus ja, daar wil ik maar bij laten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder Hendricks. Kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn. De heer Boers. Ja, voorzitter, heel kort. Ik denk dat het inderdaad veel impact gaat hebben. En ik denk ook dat het vooral voor onze burgers veel eenvoudiger en duidelijker moet worden. En ik ga er ook vanuit dat dat gaat gebeuren, voorzitter. En wij kunnen het voorstel steunen straks. Goed, dank u wel. Kan ik in ieder geval constateren en concluderen dat ik naar de besluitvormende raad kan. Gaan we over naar agenda punt 7. Het raadsvoorstel beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 gemeente Stijn. Kijk even naar de rechterkant wie daarover het woord zou willen voeren. De heer Broers, maar aan de linkerkant de heer Boers. Begin bij de heer Boers. Dank u, voorzitter. In het kader van onze duurzaamheidsverantwoordelijkheid is het uitwisselen van conventionele lichtarmaturen voor duurzame LED-verlichting een prima zaak. Bewegingsdetectie en dimmen vraagt wel om van tevoren goed bekeken te worden, wellicht enkele proeven te doen. En dit om het veiligheidsgevoel van onze burgers niet in dit gedrang te laten komen, voorzitter. En wellicht kan dat in gebieden waarvan bekend is dat er veel opmerkingen over de kwaliteit van de openbare verlichting zijn. Ik zie hier overigens de prima kans om inkooptechnisch voordeel te behalen, voorzitter. Zeker als het samen met andere gemeenten kan gebeuren. En verder hebben wij geen opmerkingen en kunnen wij het voorstel steunen. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Broersma. Ja, voorzitter. Verlichting en veiligheid is toch ook altijd stokpaardje van van onze partij. Ja, voor de VVD Stijn hebben we 2 zaken die hoge prioriteit hebben in dit beleidsplan. Dus de veiligheid en de duurzaamheid. En om met het laatste te beginnen, voorzitter. Het liberaal groen, zoals wij dat noemen, begint met de erkenning van het belang van mondiale vraagstukken op het gebied van de klimaatverandering, energieschaarste en de toenemende schaarste op de wereldmarkt van grondstoffen. Voorzitter, dat vraagt om een vernieuwd en innovatief denken en ook voor gemeenten als Stijn, waarbij er dus concrete stappen moeten worden gezet in de richting van een energie-neutrale gemeente. Voorzitter, en als we dan kijken naar het voorliggende beleidsplan, onderschrijft die ook de noodzaak tot het beleidspunt duurzaamheid. Dit omdat het energieakkoord voor u ook een bindend karakter heeft. Echter daarbij wordt er helaas nog niet gerept over een duurzame oplossing met bijvoorbeeld zelfvoorzienende lantaarns, de PV-masten. Dit zijn lantaarns waarbij er gebruik wordt gemaakt van zonnecellen. In uitkomst voor op plekken waar geen grondkabels liggen en waar graven lastig en kostbaar kan worden.
Wij verzoeken dan ook het college tijdens de looptijd van het beleidsplan daar eens wat nodig en binnen de beschikbare financiële kaders ook eens te kijken naar plaatsing van deze zelfvoorzienende lantaarns. En deze mee te nemen in de overweging om eventueel te kijken of die als de tijd daarvoor rijp is te plaatsen. Voorzitter, de veiligheid. Ja, ook het beleidspunt veiligheid erkent u in het voorliggende plan. U weet, de VVD Stijn maakt en zal zich sterk blijven maken voor verbetering van de openbare verlichting in het kader van de veiligheid. Het is cruciaal dat het aanbrengen van goede openbare verlichting bij fietsroutes die gebruikt worden voor woon-werkverkeer en voor schoolgaande jeugd nu eenmaal belangrijk is om de sociale en verkeersveiligheid te vergroten. Voorzitter, ja, daar komt u weer, hè? De hondenlosloopvoorzieningen. U geeft hierover aan dat deze meestal zijn gelegen in de woonwijken die wat afgelegen zijn. En daar is er volgens u dan ook geen noodzaak om bij duisternis gebruik te maken van de losloopgebieden. En om die reden wens u ze dan ook niet te verlichten. Ja, voorzitter, iedere hondenbezitter laat zijn hond natuurlijk ook 's avonds voordat hij gaat slapen uit. En als we dan deze hondenbezitters iets terug willen doen voor de door hun opgehoeste dure hondenbelasting, hè, dan zou het verlichten van een hondenlosloopvoorziening juist het minste moeten zijn. Tevens zal dit ook wat minder ergernis opleveren bij burgers die zich enorm storen aan het feit dat hun straat wordt volgepoept als het donker is. En verder wil ik nog graag enige opmerkingen plaatsen naar de wethouder. In het beleidsplan ontbreekt mijn inzien een paragraaf waarin actief periodiek wordt geïnventariseerd of het noodzakelijk of wenselijk is dat er masten worden geplaatst of juist worden verwijderd. En aan energiekosten verbruiken we op jaarbasis ongeveer 19.000 euro. In het plan wordt gewacht gemaakt van het energieakkoord waarin een aantal doelstellingen staan genoemd. Zitten wij daar nu op koers of is hier nog werk te verzetten? En ik verwijs even naar het rapport onder punt 2.11 waarin gesproken wordt van het niet gebruiken van verlichting bij hangplekken. Daarin wordt gesteld dat dit herzien kan worden indien het laten branden van verlichting positieve effecten heeft. Ik vraag me af hoe u die dan gaat meten. Hetzelfde verhaal speelt ook bij de speelvoorzieningen. Hoe komt wat aan de orde als men zich onttrekt aan sociale controle indien men zich in de avonduren ophoudt bij speelvoorzieningen? Voorzitter, tot zover een eerste termijn. Dank u wel. Volgens mij hoeft er verder niemand het woord ervoor. Het geeft woord aan de wethouder, waarbij ik wel wil opmerken. Het valt me vanavond op dat er toch nog een groot aantal vragen gesteld worden. Die moeten echt in de beeldvormende vergadering aan de orde komen. En niet in de oordeelsvormende. Dat is echt de bedoeling om debat te voeren. Ik geef het woord aan wethouder Hendricks. Ja, voorzitter, om op dat laatste aan te sluiten. Ja, ik ga daar ook geen antwoord op geven nu. Het spijt me zeer. Maar daar hadden ze echt in de beeldvormende vergadering aan de orde moeten zijn. Het zijn vooral vragen ook van technische aard. En ja, goed, ben ik ook het antwoord op schuldig op dit moment. Dus kan ik helaas niks meer aan doen. Ik wil wel een aantal algemene opmerkingen maken. Er is aandacht gevraagd voor dimmen en inkooptechnische voordelen door de heer Boers. Zaken als zelfvoorzienende lichtmasten. Ik dacht juist dat het beleidsplan, zoals het nu ook door de Raad hopelijk wordt vastgesteld, dat dat voldoende ruimte biedt, zeg maar, om die ontwikkelingen te volgen. En juist op het moment, zoals u dat zelf zegt, meneer Broersma, binnen de financiële kaders. En als de tijd er rijp voor is, dat ook gaan toepassen. Dat is juist zoals we dat beleidsplan hebben ingericht. En dat biedt volgens mij voldoende ruimte, zeg maar, in de uitvoering daarvan ook daar rekening mee te houden. Duurzaamheid is nog genoemd. Ik kan u wel melden dat in een van de volgende beeldvormende vergaderingen wij een uitgebreide presentatie gaan houden over duurzaamheid in zijn algemeenheid. En daar ook terugkomen op de kaders, zeg maar, en de doelstellingen en hoe ver we daarmee zijn. Dus dat wil ik graag ook parkeren tot de beeldvormende vergaderingen tweede aanleg. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Hendricks. Kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. Als dat niet aan de orde is, denk ik dat ik kan constateren dat... Voorzitter, de heer Broersma. Voorzitter, als ik al vragen gesteld heb, dat je eigenlijk de beeldvormende vergadering had moeten zijn. Oké, sorry, mijn excuses daarvoor. Maar ik moet ook natuurlijk even nog wennen aan de nieuwe vergaderstructuur. Nee, maar is ook helemaal niet erg. Maar daarom geef ik het ook even aan als reminder nu vandaag. Van jongens, let even op. Een aantal dingen moeten gewoon in de beeldvorming doen. En dat is ook niet bedoeld om
vervelend, maar meer dat we met elkaar leren wat nu in welke vergadering terecht hoort. Goed, ik kan constateren dat dit stuk ook kan naar de besluitvormende vergadering. Kunnen we doorgaan met agenda punt 8, het raadsvoorstel, intentieverklaring Village Deal. En ik kijk even wie er over het woord zou willen voeren. Aan de linkerkant niemand, de rechterkant niemand. De heer Broersma. Dan moet je een keer vragen. Ja, dan krijgt u tijd, maar geen antwoord. Nee, maar. Ik geef het woord aan de heer Broersma, die zijn betoog zal doen zonder vragen. De heer Broersma. Ik ga even kijken, voorzitter. Nee, er staat inderdaad geen vraag. Maar voorzitter, de Village Deal VNG, zoals het hier voorgesteld is, is voor ons wel een schoolvoorbeeld hoe je met maatwerk kan aansluiten in de zorg. En een compliment is hier op zijn plaats voor de gemeente, die daar voortvarend werk van heeft gemaakt om deel te nemen aan dit initiatief. Het is innovatief out-of-the-box denken en het is alleen maar prima dat we op deze manier samen kunnen werken met andere gemeenten in de pilot. En voor ons een prima leerproces. En wie weet, voorzitter, komt het ei van Columbus wel uit de hoed van onze gemeente vandaan. En wellicht gaat dat dan dienen als schoolvoorbeeld voor de rest van Nederland. Wat mij in die zin, daar komt hij toch, nog enigszins onduidelijk is, is hoe en op welke manier mensen die hierbij betrokken zijn die oplossingen zelf kunnen aandragen. Dat is mij nog onduidelijk in deze Village Deal. En wellicht kan de wethouder toch aangeven of er ook al andere vervolgdeals worden gedaan, of aan andere deals wordt gedacht na afloop van deze pilot. Verder zijn we benieuwd natuurlijk aan de verdere plan van aanpak. Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Jansen. Ik denk dat het een hele bijzonder woord. Dat constateerden we net. Dat wordt het ei van Columbus uit de Hoge Hoed. Dus we gaan even kijken van, hoe dat eruit gaat zien. Ik geef het woord aan wethouder Jansen. De haan uit het Steinerbos moet hem gaan beantwoorden. Dus. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat dat een hele goede suggestie is. Van hoe betrek je inderdaad mensen uit dat zorgveld erbij. Dus ik denk dat we dat als steuntje in de rug en als suggestie zeker meenemen. Het is niet de bedoeling dat we vanuit een ivoren toren of op een eilandje allerlei dingen gaan doen die innovatief of experimenteel zijn. Dus ik neem dat mee terug en ambtelijk wordt daar uiteraard ook nog naar gekeken. Ja, liggen er dan nog andere deals in verschiet? Ik denk dat we eerst deze op met goed resultaat moeten zien door te akkeren. Dat doen we overigens met 9 andere gemeenten van wat kleinere omvang. En dat is een echt leerproces en gezamenlijk met kruisbestuiving de leermomenten daaruit plukken die ook voor Stijn weer belangrijk zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Anders kan ik constateren dat ook dit stuk naar de besluitvormende vergadering kan. Gaan we over naar agenda punt 9, het raadsvoorstel vaststellen verordening wet VTH. Ik kijk even wie er over het woord zou willen voeren. Niemand. Oh. De heer Broersma. Ja, ik denk dat ik u de volgende keer, kunt u misschien ruilen, dan dat u wat korter bij dat sprekersstoel zit. Het woord is aan de heer Broersma. Ja, voorzitter, dit is mijn eerste lange raadsvergadering, dus ik denk, ja, haal maar alles uit de kast. Als andere mensen niks willen zeggen, dan moeten ze dat natuurlijk zelf weten. Maar voorzitter, de VTA. Voorzitter, vandaag wordt ons als raad verzocht om de verordening kwaliteitsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vast te stellen. Deze wet trad al voor onze werking per 14 april 2016. En middels deze verordening regelen wij dan ook de daadwerkelijke borging van de kwaliteit en inhoud bij de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Aangezien wij als Stijn bij de oprichting en deelname... dit was even een foto zin. Voorzitter, eigenlijk stellen we dus nu iets formeel vast wat eigenlijk al een half jaar geleden al had moeten gebeuren. Ik neem dat de wethouder in die zin ook niet kwalijk. Hij heeft het ook in de beeldvormende vergadering aangegeven.
wat daar de oorzaken voor waren en dat de prioriteiten op dat moment ergens anders lagen. Goed, ik vraag dan ook geen reactie hier van de wethouder. Voorzitter, we willen dan ook graag instemmen met dit voorliggende raadsvoorstel. En we zullen de borging van kwaliteit als partij monitoren via de raadstukken van de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Dank u wel. Ja, ik heb ook niet gehoord dat er vragen zijn gesteld aan het college. Dus ik kan constateren dat we dit stuk ook naar de besluitvormende vergadering kunnen brengen. Dan gaan we over naar agenda punt 10, raadsvoorstel realiseren garantiebanen. Wie wil daarover het woord voeren? Kijk even naar de linkerkant, rechterkant. Ik begin bij mevrouw E. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is hier heel koud, dus daarom heb ik mijn jas aan. Voorzitter, kan heel kort zijn. Een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen die kan en wil werken ook dat kan doen. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. Die banenafspraak en de quotum die de wet zegt, daar juichen we alleen maar toe. Dat is de invoering, is een aanvulling op de participatiewet. Stijn moet heeft een taakstelling van tussen de 6 en 8 banen te creëren tot 2023... Wij kiezen voor 7 banen. Waarom kiezen wij niet voor 8 banen? Laten we gewoon een voorbeeld nemen en in ieder geval 8 banen creëren. Wij gaan akkoord met het beschikbaar stellen voor het bedrag van 9.500 euro voor het realiseren van, van 3 garantiebanen in 2017. En dan hebben we nog 5 jaar de tijd, 6 jaar de tijd bijna, voor die andere 5 banen te realiseren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Broersma. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, wij kunnen om te beginnen ook instemmen met dit raadsvoorstel. Het is alleen jammer, en ik wil het toch hier even melden, dat wij ten opzichte van de reguliere markt wel achter op schema liggen. We moeten nog 7 banen invullen en we hebben daar in 2015 en 2016 ook gelegenheid voor gehad om die al in te vullen. We moeten nu weer een inhaalslag maken. Ik hoop ook dat dat binnen de kaders ook gaat lukken. Voorzitter, nog even een vraag. Er wordt gepraat over 7 banen. Er wordt op een gegeven moment ook gepraat tussen de 6 en 8 banen. Ik wil toch even nog graag weten van de wethouder hoeveel het dan ook precies zijn. Dank u wel. Ja, dat is goed geprobeerd, meneer Broers. Maar ik geef het woord voor een korte reactie even aan de wethouder. Want er zijn eigenlijk geen concrete vragen gesteld. Althans, geen vragen die... sorry, meneer Meijers. Dan moet ik eerst even op naar meneer Meijers. Ik had uw vinger niet gezien. Het woord is meneer Meijers. Voorzitter, in het kader van de garantiebanen zijn we natuurlijk al, op zijn minst, zullen we het voorstel ondersteunen. Maar ik zou toch, omdat we toch een behoorlijke taakstelling hebben en doelstelling hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. En ik zeg dat in relatie tot de extra middelen die het Rijk gaat beschikbaar stellen in het regeerakkoord en daar heeft de VNG inmiddels een financiële vertaling van gemaakt, zou ik het eigenlijk willen vragen aan het college en ook aan de raad daarvoor ondersteuning om meer banen dan de 6 tot 8 in elk geval op een zo kort mogelijke termijn ingevuld te krijgen. Dat heeft 2 voordelen, voorzitter. Financieel krijgen jullie van belangrijk stuk vergoed, naar mijn opvattingen, met een hogere algemene uitkering, waar we nog geen rekening mee gehouden hebben. Dus de middelen daarvoor zouden in de begroting zitten. En tweedens is het, als we het plan B moeten gaan uitvoeren en we moeten naar het bedrijfsleven gaan
en proberen daar mensen met een beperking en beperking hebben op de arbeidsmarkt en proberen die daar bij het bedrijfsleven binnen te krijgen, dan moet je natuurlijk als gemeente wel een goed voorbeeld geven. En dat zou ook een goed voorbeeld kunnen zijn. Dus ik dring aan op meer banen, 10 of 12 in elk geval, en dan binnen de planperiode. Dat is mijn voorstel en dat zou ik graag aan raad en college voorleggen. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Wengelaar. Ja, voorzitter, ik loop ook even aan deze kant. Ik had gehoopt dat het wat warmer was, maar dat is hier aan deze kant ook niet. Ja, mevrouw I van de PvdA die vraagt, waarom kiezen we voor 7 banen en we moeten er 6 tot 8. Dat is overigens gewoon omdat er 5% van het totale personeelsbestand telt. En dat is natuurlijk niet ieder jaar precies hetzelfde. Dus we zijn uitgegaan van 6 tot 8 banen en hebben in de begroting rekening gehouden met 7 banen. U heeft waarschijnlijk in het plan van aanpak gelezen dat we nu al die banen kunnen realiseren in het project bij de Algemene Dienst. Maar dat we ook nog wel wat werk te verzetten hebben en dat we ook nog wel moeten inventariseren wat de mogelijkheden zijn, ook hier zelf, intern in onze organisatie. En dus ik ben helemaal niet tegenstander van meer banen creëren, maar ik vind wel dat we die inventarisatie gewoon even goed moeten afwachten. Meneer Broersma zegt, misschien terecht, in 2015 en 2016 had u de kans ook al om die banen te realiseren. Maar ik heb volgens mij ook al eerder hier eens in deze raad gezegd van onze organisatie heeft natuurlijk wel de focus op een heel ander moment op dat moment gehad. En dat was vooral met de hele transformatie hier van deze organisatie. En de organisatie was ook nog gewoon niet klaar daarvoor. Nu zijn we dat wel. En ik ben het ook als werkgever tonen we goed werkgeverschap. Goed voorbeeld doet inderdaad goed volgen. Want je kunt niet van je ondernemers verlangen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, terwijl je dat zelf niet zou kunnen doen. De overheid loopt inderdaad achter. Het is zo dat de kwotumregeling zal waarschijnlijk alleen voor inderdaad overheid gaan gelden, omdat zij een achterstand hebben op dit vlak. Ik denk met het realiseren van die 3 banen dat we een hele mooie en goede start maken. En dat we gewoon goed en zeker ook de intentie moeten hebben dat als het er meer kunnen zijn, dat we dat zeker niet moeten laten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder Wengelaar. Kijk even rond wie behoefte heeft aan een tweede termijn. Aan de linkerkant niemand, aan de rechterkant de heer Meijers. Ja, voorzitter, ik ben blij met de spontane mededeling van de wethouder dat zij ook liever meer banen ziet, ook in relatie tot de voorbeeldfunctie, zoals ik ze genoemd heb. Dat is goed. En ik heb ook begrepen van haar dat ze op dit moment bezig is met een inventarisatie wat er ook nog binnen het eigen huis kan. Dat is ook een goede zaak. Alleen, dat heb ik nog niet gehoord, wanneer mogen we die inventarisatie verwachten? Ik ga ervan uit dat dat geen lange termijn hoeft te zijn. En dan kunnen we daar misschien al op niet al te lange termijn besluit over nemen. Kijk nu even naar wethouder Wengelaar of iets te zeggen is over de termijn waarbinnen die inventarisatie is afgerond, of dat we dat schriftelijk moeten beantwoorden. Ik geef het woord aan wethouder Wengelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan maar weer van deze kant. Het plan van aanpak beschrijft dat we dat volgend jaar zullen doen. We zullen ook afspreken dat we u gewoon regelmatig op de hoogte houden met de stand van zaken van de inventarisatie. Dank u wel. Kijk even rond. Betekent dat we dit stuk ook naar de besluitvormende vergadering kunnen brengen. En dan kijk even naar de grafier, want dan moeten we even schorsen om de agenda te maken voor de besluitvormende vergadering. Of hebben we die al? Die hebben we al. Dat gaat heel snel. Dank u wel. Dan hoeven we niet te schorsen, kunnen we gewoon blijven zitten. Kijk even of je hem allemaal heeft kunnen vinden.
hebt de agenda bij de hand? Ja, oké. Okay. Kunnen we overgaan tot het vaststellen van de agenda? De opening hebben we al gehad van de besluitvormende vergadering. Zijn er op- of aanmerkingen bij de voorliggende agenda? Als die er niet zijn, kunnen we naar het vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2017. Zijn er op- of aanmerkingen bij de besluitenlijst? Kijk even rond. Dan is die akkoord. Kunnen we naar het raadsvoorstel vorming regionaal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek? Oh, sorry. Voorzitter. Raadsvoorstel benoeming burgerlid, fractie CMB. Oh. Goed, dat is akkoord. Zouden we dat vergeten? Is niet goed. Raadsvoorstel vorming regionaal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. En er staat in ieder geval een typfout in en op IBAB staat die wel goed. Dat heb je waarschijnlijk al geconstateerd onder 5. Daar staat 202002 en dat moet natuurlijk zijn 2020. En dat staat op 2 plekken, maar dat staat in IBAB staat het correct. Maar dan weet u dat even dat dat al gesignaleerd is en gecorrigeerd. En volgens de griffier zou dat nou goed moeten zijn, zou het gecorrigeerd moeten zijn. Maar goed, dat moet in ieder geval 2020 zijn. En als het een besluit, dat is in ieder geval de essentie 2020. En we checken nog even of het er wel of niet goed in staat. En ik breng in stemming het raadsvoorstel vorming regionaal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Wie is voor het voorstel? Fractie CDA, fractie DOS, fractie Stijns Belang. Wie is tegen het voorstel? Een stemverklaring, voorzitter. De heer Meijers. Wij zijn tegen omdat we vinden dat het niet nodig was vandaag die besluit te nemen, omdat er nog op een aantal zaken duidelijkheid had moeten komen. En dat is ook de reden dat wij dus tegen het voorstel gestemd hebben. Dank u wel, de heer Broersma. Ja, voorzitter, zoals ik al zei, we zijn op zich... ik ben gaan twijfelen gewoon aan de consequenties van de uitvoering van dit raadsvoorstel. Ik ben op zich niet tegen het raadsvoorstel, maar ik kan de consequenties niet overzien, de gevolgen niet overzien van dit raadsvoorstel. Daarvoor heb ik ook gevraagd om het aan te houden en daar wil ik het ook bij laten, voorzitter. Daar bent u dus tegen, hè? Dus dan komt het ook, ja. Ja, goed, dus voor of tegen, dus dan bent u tegen. De heer Van der Avert. Ja, voorzitter, heel kort. Ik heb in de tweede termijn van de vorige vergadering heel duidelijk gemaakt, denk ik, waarom ik op dit moment dat voorstel niet zal ondersteunen. Dan kijk even, wie is tegen? Mevrouw I. is tegen. Wil ook nog een stemverklaring? Voorzitter, mijn betoog was duidelijk. Ik vind dat we op deze manier ons isoleren, dus vandaar dat ik tegen dit voorstel ben. Goed, dan zijn voor in ieder geval de fractie CDA, fractie DOS en de fractie Stijns Belang en tegen is de fractie CMB, fractie VVD, Progressief Stijn en Partij van de Arbeid. En daarmee is het voorstel in ieder geval aangenomen. Gaan we over naar het raadsvoorstel implementatiestrategie omgevingswet. Wie is voor het voorstel? Fractie CDA, Partij van de Arbeid, DOS, Stijns Belang, Progressief Stijn, VVD en CMB. Dus akkoord, unaniem. Wie is voor het raadsvoorstel beleidsplan openbare verlichting 1821 gemeente Stijn? Ik ga niet alle namen weer noemen, dus unaniem akkoord. Dank u wel. Het raadsvoorstel intentieverklaring Village Deal. Wie is voor? Ook dat is unaniem akkoord. Dank u. Raadsvoorstel vaststelling verordening wet VTH. Wie is voor? Dat is unaniem akkoord. Raadsvoorstel realiseren garantiebanen. Wie is voor? Als iedereen voor is, ook unaniem akkoord. We hebben geen woordmeldingen bij de mededelinglijst ingekomen stukken. Dan dank ik u in ieder geval voor uw inbreng en dan sluit ik de vergadering. Dank u wel. Goed, ze is heel akkoord. Ja, zo werd jij de hamer.